afgaan op de stempelpost. En de mist mag dan zijn opgetrokken in Friesland. De helikopter is gelukkig in de lucht gekomen en zendt via haar camera deze beelden tot u. En dit zijn de toerrijders, de eerste groep van 1000 althans, zo mag ik aannemen, die proberen aansluiting te vinden hier over de Vlussen. Aansluiting te vinden met de achterblijvers, zo mogelijk, van de wedstrijdrijders. Het Slotermeer. En links gaan we naar Balk. Kijk eens, een langgerekte staart. Schitterend gezicht. En zij zoeken de wedstrijdrijders. Even de lens schoonmaken van de camera. En inmiddels komen hier op de positie waar ik sta in Staveren weer 3 rijders langs. Die inmiddels 11,5 minuut aan hun broek hebben. Maar wij blijven kijken naar dit schitterende beeld. Ik denk dat de rijders vooral op het Slotermeer, zoals zich dat hier onder u afspeelt, zich zullen voelen als de deelnemers aan Parijs-Dakar. En hier is weer de grondcamera in Staveren. En dit zal zo ongeveer de laatste groep van wedstrijdrijders zijn. Een groepje van een man of 20, zo lijkt het. Verbaast mij overigens elke keer weer hoe snel dat stempelen gaat. Want 1 stempeltje missen en de tocht is ongeldig. Dus wat dat betreft moet iedereen uiterst minutieus te werk gaan. Nog even iets drinken. En daar komen ze. Geen grootheden meer uiteraard in dit pelotonnetje. Die zijn inmiddels al lang voorbij. Ruim 13 minuten. En die ploeteren al langs de dijk. Hier hebben we de doorkomst in Stavoren. Zoals u al meldde, was het inderdaad Oosting uit Assen. Die als eerste doorkwam, die zich bijna vergiste. Jan-Roelof Kruithof, Evert van Bentum, ook een van de favorieten. Jan Kooijman, Lubbert van der Molen, Henk Ensing en als 10e Iep Kramer. Heel knap, dat ex-kernploeglid. En volgend jaar waarschijnlijk weer het extra af. En het zou toch erg verbazend zijn als Iep Kramer zo kort na zijn zware operatie alweer bij de eerste in Leeuwarden straks zou aankomen. Dit beeld doet me denken aan het liedje van Boudewijn de Groot, van de eenzame fietser. En misschien kan er een nieuwe tekst worden gemaakt op de eenzame schaatser. Een van de dames, nummer 241.
Waarom staat hij nou niet op het eerste briefje wat ik voor heb? Dat is mevrouw Kramer uit Heerenveen. En we sluiten voorlopig onze reportage hier uit Stavoren, waar u heel lang was. Sluiten we af en we gaan over naar Heinsebakker. En die mag dan iets vertellen bij de beelden vanuit de helikopter die op zoek is naar, ik aanneem, naar de kopgroep van de wedstrijd. De wedstrijdkopgroep die zich nu moet bevinden op de Indijk, zo tussen Stavoren en Hinderlopen. En een kopgroep waarvan we hebben gezien dat die straks bij de passage in Stavoren uit een groot aantal rijders bestond. Waarbij een aantal bekende kopstukken aanwezig was. We hebben ook gezien in een eerdere reportage, als u heeft meegekeken, bij de passage in Sneek, hoe daar een rijder meer dan een minuut lang geknield op het ijs zat om zijn schoenveter vast te maken. Dat was niet de eerste, de beste. Die rijder was Hielke Boerstra. Op voorhand toch een van de favorieten voor de wedstrijd van deze Friese Elfstedentocht. En Boerstra heeft dus in Sneek bepaalde achterstand opgelopen, waarvan overigens op dit moment niet duidelijk is of hij in staat zal zijn weer aansluiting te krijgen. Dat moet Balk zijn, als ik het zo bekijk. Maar is het... We waren zojuist nog gesloten, maar het Slotermeer, maar we gaan nu richting Balk, als we het zo goed bekijken. Dat is Hielke Speerster, onze deskundige, die ook vanuit de lucht de plaatsen weet te herkennen. Dat betekent dat de helikopter zich dus nog moet bevinden in de buurt van de toerrijders. Ja, dit doet Gaasterlands aan, dat kan ik missen. Dit doet Gaasterlands aan, ja, dat kan niet missen. Dit moet hem zijn. De Luts. En zo gaan we de Friese Zuidwesthoek in. De helikopter heeft nog lang niet de kopgroep te pakken. Dat blijkt wel. Ja, dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad, Hielke, met de mist die eerder deze ochtend boven het Friese land hing. Waardoor de helikopter wat vertraagd in actie is kunnen komen. En hij moet even zijn positie proberen te vinden zo meteen. We gaan hier inderdaad, wat jij al aanduidde, de Luts af. Hè? Ja, we gaan de Luts af. We komen de Spookhuis de Vaart op. Het is wel duidelijk dat ze hier tegenwinds hebben. Dat is ook de reden dat we laat in Stavoren zijn aangekomen. Althans laat in vergelijking met het scherpe schema. Het is pal tegen de wind in. De wind staat west. Hij ruimt soms zelfs iets noordelijker dan west. Dat is niet zo leuk, want dan hebben ze lang tegenwind. We gaan zo... rechtsaf richting Vlieuze. Inmiddels is natuurlijk de kopgroep al ver Stavoren gepasseerd, waarschijnlijk ook al Hinderlopen. Waar, dat mogen we nu ook wel eens een keer vertellen, niet een Oosting uit Assen, maar niemand minder dan Appiewijs. Appiewijs eerste was. Appiewijs was dus de grote koploper in Stavoren. Nou, hier kunnen we goed zien dat de omstandigheden toch zeker vanuit een helikopter te moeten werken uitermate moeilijk zijn. We zijn hier weer in een gedeelte gekomen terwijl we hier de Vlieuzen oprijden waar een mistflart hangt. Dat heeft meteen zo zijn consequenties voor de kwaliteit van het beeld. Dat is een handicap waar we vandaag mee moeten leren leven. Hopelijk zal het in de loop van de dag wat beter worden. En als we hier zo vanuit die Spookhuistervaart richting Vlieuzen zijn gegaan, dan zullen de toertochten straks de Galemadammen gaan passeren. En dan ook dat laatste stuk, Johan Vriesokanaal in de Warnservaart, naar Stavoren moeten afleggen. De jongens die hebben het allerliefst dat donkere ijs. Als je die witte vlekken ziet, ja, dat is het niet. Dat is gauw ingesneden. Het is dat donkere ijs wat vaak lang snel blijft. We kunnen ook af en toe vanuit de lucht toch wel zien dat er zich behoorlijk veel water vormt op het ijs. Hielke, is dat een nadeel of heeft dat eigenlijk niet zoveel betekenis voor de echte goede kreeks? Nou, het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar de schaatsers hebben nog liever een beetje water op het ijs dan wanneer het dooit met droog ijs. Dat snijdt veel meer in. Het water, dat is een beschermlaag tussen dat een temperatuur heeft van 0 graden. Dus dat beschermt het ijs een beetje tegen de dooi. En nat ijs, dat blijft vaak lang snel. Maar er kan natuurlijk een moment komen dat je er echt doorheen gaat. En dan ga je er ook flink in.
We hebben net gezien dat we de Galemadammer zijn gepasseerd met de helikopter. En we gaan met die helikopter natuurlijk op zoek straks naar die echte kanonnen voor in de wedstrijd. Inmiddels begrijp ik dat we weer even terug kunnen schakelen naar Stavoren. Omdat Evert daar wat aanvullende informatie heeft. Ja. We zijn nog altijd in Stavoren, waar het inmiddels al zo'n 20 minuten geleden is dat de eerste man hier is doorgekomen. Waarvan wij nog altijd denken dat het de Assenaar Oosting was. Maar er gaan hier ook stemmen op dat het Appie Wijs zou zijn geweest. Nou goed, dat laten we maar even in het midden. Want het pelotonnetje zat zo dicht op elkaar dat dat verder niet zo belangrijk is. Al die grote mannen die gingen gelijktijdig hier Stavoren weer uit. Richting Hinderlopen. Bij ons hier staat Haaien Visser. Hij is het lokale rajonhoofd. Meneer Visser, was u dat in 1963 ook al? Nee. Nee. Was een broer het. Blijft dus wel in de familie? Ja, die is overleden en dan ben ik het geworden. Wat is uw functie nou als rajonhoofd? Nou, het ijstoestand opnemen, nou, waar wij genoeg hebben. En dan nou ja, wat vergaderen met het bestuur in Leeuwarden. Nou ja, dan komen ze dan bij elkaar. De bruggen enzovoort enzovoort. Dat is eigenlijk de functie van de rajonhoofd. En dan, als het zover is, de controleposten regelen. En de mensen bij elkaar zoeken. Zij je klaarmaken voor Stavoren. Hoe is dat nou afgelopen maandag gegaan toen de vereniging de Friese Elfsteden gezegd heeft van het moet nu maar doorgaan. Hoe was het ijs hier toen? Wat heeft u toen gezegd wat Stavoren betreft? Prima. Zat. Dikte zat. Maar ja, nou hebben we water bij het ijs. Hier lag 25 centimeter voor de controlepost. Hoe dik is het eigenlijk, het ijs hier? Lijkt me heel dik, hè? 25 centimeter wel. En heel goed komt er water op. Maar het komt ook met door weer vanzelf. Maar gevaarlijk is het niet. Denkt hier u, niet. Er gaat niemand door? Toch nog niet, nee. En dan nemen we maatregelen. Verloopt alles naar wens? Dat zouden we hopen, hè. Maar we hebben maar een klein beetje gehad zelf. Er komen nog meer. Wat denkt u als straks die grote massa van toertochtrijders hier Stavoren binnen dendert? Wat gebeurt er dan? Nou, dat zal wat verspreiden, dacht ik. En een hoop afvallers verwacht ik ook. Denken de trein wel een beetje vol raken hier, dacht ik. Ze kunnen hier gewoon afstappen? Ze kunnen hier afstappen met de trein naar Leeuwarden niet aan, hoor. Dan ben ze weer naar Leeuwarden. Dan hoeven ze dat niet te rijden. Zal u ze als rajonhoofd misschien adviseren om hier maar af te stappen, omdat het ijs steeds slechter wordt? Nou, een die voelt dat zelf wel. Nou, als er iemand kan, dan houdt er zelf wel op. Dan gaan ze niet verder. En hier de trein is mooi dichtbij. Nou ja, dan kun je mooi naar Leeuwarden komen. Die schikt. Huh? Denkt u dat die toertochtrijders de finish halen of zullen ze eerder door het bestuur van het ijs worden gehaald? Nou, de eerste zal het wel halen, maar de laatste dat betwijfel ik wel. De meeste, in mijn ogen. Ik weet niet hoe het daarboven is, bij Harlingen, want dat is niet zo best. Bij wie veel meer ijs is bij Harlingen, dan pikken ze er af. Dat wil ik wel. Hebt u inderdaad, net als alle Friese 22 jaar, op deze tocht gewacht? Ja, natuurlijk. Je bent er gek van, hoor. En nou is zover en ja, nou is het door weer, dat is jammer. Geslapen vannacht? Ja, ja. Erik is de nacht niet zo best. Hou wat andere zorgen in de kop. En wat doet u als ze straks hier allemaal vandaan zijn? Wat gaat u dan doen? Nou, wat een heleboel passeert is hier. Nou, dan gaan we met elkaar met de jongens in de controlepost. Een hapje snet eten, bijvoorbeeld maar. En een klein borreltje. Nou, dan doen wij ook maar mee. Vindt u dat goed? Ja, heel prima. Ja. Oké, okay, dat was Haaien Visser, het rajonhoofd uit Stavoren. Haaien Visser gaat dus, maar dan moet hij nog een paar uren op wachten. Straks een lekker kopje snert eten. Wij zijn inmiddels terug bij de beelden uit de helikopter. En we zullen ons moeten inspannen om even gewaar te worden waar we ons nu precies bevinden. Dat is wat mij betreft, Hielke, nog niet helemaal duidelijk. Herken jij iets? Nou, dit moet volgens mij al tussen Hinderlopen en Vorkum zijn, hè? Het zou best kunnen, want er zullen ongetwijfeld Hinderlopen al gepasseerd zijn. Kijk, daar ontwaren wij inderdaad een groep rijders. Ik laat nog maar even in het midden of dat nu de kopgroep is of niet. Het zijn grote groepen, ik vind het opvallend. Het lijkt me opvallend. Nou, het blijkt dat het inderdaad hier de kopgroep betreft waar we nu het oog op hebben. Dat betekent dat er dus een hele grote groep van mannen nog bij elkaar zit. Een schatting maken is een beetje ondoenlijk bijna. Maar het is duidelijk dat er totaal nog geen echte afscheiding is waarvan je kunt spreken over een kopgroep als zodanig. Het is een heel groot pak van rijders wat zich hier bevindt. En waarschijnlijk inderdaad al op de noordelijke route boven Workum, Hielke, denk je ook, of niet?
Het is nog boven Wark. Ja. Ze gaan hier al over de rondweg, onder de rondweg door. Ja, ik vind het opvallend dat het zo'n grote kopgroep is. Dat vind ik verbazingwekkend. Dat er niemand kan losrijden. Dat betekent wel wat. Ja, dat maakt het natuurlijk wel interessant, want er zal straks dan toch van alles moeten gebeuren. En kijk eens even aan, we zijn op het ijs met de camera. Dat betekent dat ook onze motor met zijspan, bemand door onze Belgische collega's van de BRT, zijn werk kan doen. Prachtige beelden natuurlijk. En ja, die BRT-collega's, Evert heeft het al eventjes aangeduid, die hebben dan misschien niet zoveel ervaring als het gaat om het ijsrijden. Maar die weten natuurlijk best wat ze met een camera moeten doen als ze op een motor zitten. En we zien dat we welkom zijn in Hinderlopen. Dan waren we toch een klein beetje aan de optimistische kant, Hielke. Ja, toen wij veronderstelden dat ze Hinderlopen al gepasseerd zouden zijn. Dat is dus niet het geval. Hier gaan we stempelen in Hinderlopen met die massale kopgroep. En we zullen eens kijken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Want zo langzamerhand zullen de kriebels toch bij die wedstrijdrijders los zijn gekomen in het lijf. En zal er straks toch wel eens eentje wel wat willen gaan ondernemen. Van Hinderlopen gaan we dus op weg naar Workum. Over de oude Oostervaart in eerste instantie, als we straks het stadje uit zijn. En dan vervolgens de dijkvaart en de burenvaart. En daarmee komen we dan Workum binnen. Het is een route die prachtig is natuurlijk. We hebben in het verleden bij Elfstedentochten, en aanvankelijk was het ook dit jaar de bedoeling, vaak meegemaakt dat op dit traject buitengaats werd gereden. Dat ze hier in Hinderlopen na een kleine klun- en klauterpartij het IJsselmeer opdoken. Dat is vandaag niet aan de orde. Kijk maar, ze gaan binnendoor over de vaarten en kanalen die ik u zojuist heb genoemd naar Workum. Het IJsselmeer was ook niet bereikbaar omdat er veel kruiijs tegen de kust aan is gekomen liggen. Veel kistwerken in het ijs dus waar niet overheen kon worden gegaan. Maar bovendien, het was ook niet nodig. Want hier binnendoor is het zeer wel te schaatsen. U constateert dat zelf. Het gaat een beetje naar het noordwesten nu. Dat is een meevaller. En straks gaan we zelfs een eindje voor de wind, bijna voor de wind, naar Workum. Het zal hier hard gaan. Maar hier kan toch ook wel eens de kopgroep in tweeën breken. Want we krijgen zo meteen op die Dijkhuistervaart een hele smalle doorgang. Waar veel begroeiing is. Dat hebben ze vergeten eigenlijk uit te baggeren. Of niet vergeten, maar het is daar uit de mode geraakt om nog eens een keer wat aan de vaarweg te doen. Het is natuurlijk moeilijk om vanuit deze hoge shots rijders te herkennen, maar ik heb in ieder geval wel Dries van Weijen gezien. Ik heb ook Wim Westerveld gezien en ik heb ook Jan-Roelof Kruithof kunnen herkennen. Voorlopig laten we het even bij deze beelden en we gaan even via Koos, denk ik, naar wat informatie uit het perscentrum. We zijn in de buurt van Hinderlopen, dus tussen Hinderlopen en Workum. En het krijgt nu helemaal de allure van een Tour de France reportage. Prachtig zoals de techniek hier de beelden aan u aanbiedt van de kopgroep. In het perscentrum hier in Leeuwarden is Joop van Zijl. We gaan terug naar de beelden van de schaatsenrijders. Het is een geluidsfoutje hier met Friesland Hall. Heinze Bakker pikt het op. De beelden neem ik aan vanuit de helikopter gemaakt. Beelden inderdaad. En misschien kunnen we straks nog eens even naar Joop. Want voor zover ik het kon zien had hij een hele interessante man naast zich staan. Hannie Middeljans, de speaker bij alle marathonwedstrijden zo'n beetje in Nederland. En iemand die dus nou op een kilometer afstand bijna alle marathonrijders kan herkennen. Omdat hij daar bijna in het seizoen dagelijks tussen verkeert. De kopgroep dus op weg van Hinderlopen naar Workum. Op de oude Oostervaart. Ja, de dijkvaart waar het ijs wat dunner zal zijn. Dat is heel eigenaardig. Er is een grote zuivelfabriek in de buurt. En daardoor is het altijd een beetje beroerder het ijs. Maar we zien dat er hard aan getrokken wordt. De zaak gaat hier een beetje uit elkaar. En dat zal interessant zijn. Straks na Workum hebben we een hele tijd zijwind en dan kan er ontzettend hard gereden worden. En dan hebben de koplopers niet het nadeel van het vele werk doen. Er wordt hier ontzettend hard aan getrokken. Hier kan nog wel eens een belangrijke slag vallen. Dat is zo bekend. Het kan ook hard,
ijskwaliteit, ondanks het water her en der, is natuurlijk toch voor deze wedstrijders prima. Het is redelijk glad ijs, misschien iets wat zachter aan de bovenlaag geworden dan gisteren het geval was. Maar bepaald niet een echte handicap voor deze getrainde kerels. Nee, we gaan Workum zo meteen binnen. Het zal niet zo lang meer duren. Dan raken de rijders door die bochten die ze daar steeds moeten rijden elkaar ook een beetje uit het oog als de zaak lang gerekt is. Dat is ook weer interessant. Ik zie Jan-Roelof Kruithof vooraan rijden. Ook Evert van Bentum zit daar in die voorste 12. En kijk, zo te zien heeft de motor nu de weg verkozen, dacht ik eventjes, om daarnaast te kunnen rijden. We zijn het beeld er even kwijt, misschien dat we dat straks terug kunnen krijgen. En zeker voorbij Workum zou dat, denk ik, mogelijk kunnen zijn als de weg tenminste beschikbaar is van onze motor. Want het zou ook wel eens druk daar kunnen zijn. Maar daar, langs die Workumer trekvaart in de richting van Paraga, loopt de weg kilometers lang parallel aan het schaatstraject. En wellicht dat we daar straks dan van dichtbij wat beelden zouden kunnen ontvangen. Voorlopig zijn we daar nog niet. Workum, dat hebben we dus gezien. Dat is na Sneek, Eilst, Sloten, Stavoren, Hinderlopen de volgende stempelplaats. En daar vandaan gaan we dan naar Bolsward. En als we daar eenmaal zijn, kunnen we spreken, om het maar eens in wielertermen te houden, van half koers zijn. Ja, hier hebben we de rondweg van Workum al. We zijn nu vlak bij de stad. Ik bedenk ineens dat het een beetje een omgekeerde wereld is. Dit was altijd het traject waar men tegenwind had. De noordoostenwind vlak tegen in die zware elfstedentochten van 63 en 47 bijvoorbeeld. En nu kunnen ze hier juist met hartelust schaatsen. Er wordt hier een ontzettend hoog tempo gemaakt. Er wordt wel een beetje ingehaald op het schema weer, dacht ik zo. Ja, dat schema heeft natuurlijk een kleine knauw gekregen vanwege die tegenwind. Die tegenwind die uit het westen blies op weg naar Stavoren toe. Maar misschien kan dat inderdaad nu weer wat worden goedgemaakt. De groep is gewoon nog te groot om te kunnen spreken van enige tekening in de strijd. Het enige wat zou kunnen gebeuren, dat is als we straks wat informatie krijgen over kopstukken die enige achterstand hebben opgelopen. We hebben inmiddels wel gehoord dat een van die mannen die dan toch wat tot de bekenderen behoren, Benny van der Weijden uit Heerenveen, zijn stempelkaart onderweg is kwijtgeraakt in de duisternis al. En ik vraag me af hoe dat nu verder gaat. Je kunt natuurlijk je hand uitsteken en de stempels maar op je handpalm laten drukken. Ik weet niet of dat geaccepteerd wordt. Maar Benny van der Weijden, zo komt ons ter oren, is zijn stempelkaart kwijtgeraakt. Hier krijgen we nou even de doorkomst in Hinderlopen. Henk Enzing uit Gieten. De Drent is daar als eerste doorgekomen. Om 19 minuten na 8 voor Frank Wagenmaker en Jan Visser. Jan Visser die we al eerder in het rijtje namen hebben gezien bij de doorkomst in Sneek. Niet de eerste de beste, hij is niet de jongste meer. Maar Jan Visser is de Nederlandse veteranenkampioen van dit jaar als het gaat om de wedstrijd voor rijders op natuurreis over 100 kilometer, zoals we die een aantal weken geleden ook bij u op het scherm hebben gebracht op het Amstelmeer bij Westerland. Jan Visser is een zeer geroutineerde man. Samen met Kees Borst en Kees Molenaar vooral ook. Tot de betere groep van veteranen behorend die ook hun wedstrijden op de kunstijsbanen met regelmaat rijden. Kijk, valpartij daarvoor in die kopgroep, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Het is niet ernstig. De man staat snel weer op en sluit weer aan in die kopgroep. Dat is het voordeel als je in een grote kopgroep zit natuurlijk. Dan kun je daar weer tussen duiken. Maar dat kan natuurlijk gebeuren. Het is mooi glad ijs over het algemeen. Dus echt veel valpartijen zullen zich hoogstwaarschijnlijk niet voordoen. Maar ja, het rijden in zo'n compacte groep kan natuurlijk altijd balansverstoringen ten gevolge hebben. Als je even een mederijder aantikt met de schaatsen. En ik denk dat dat daar het geval was. Waardoor de man die toen in derde positie reed even ten val kwam. Ja, het is hier niet best ijs, zo te zien vanuit de lucht. Veel oude wakken die gelukkig wel dichtgevroren zijn, maar met veel kwalster op de randen. Niet zo best. Nog even terugkomen op die Jan Visser. Ik vind het interessant dat zo'n veteraan zo meerijdt. Want hij is sterk genoeg om het lang vol te houden. En Jan Visser heeft een hele sterke afsprint. Ja. We hebben daar toch een demarrage op kop van de groep. Dus één man weggesprongen.
Dat is interessant. Dan komt er wat tekening in de wedstrijd wellicht. Want één man weg, ja, als het een belangrijke man is, dan schieten die anderen er wel achteraan. Dus vooralsnog moeten we maar veronderstellen dat het in de ogen van de concurrentie niet de grootste kanshebber is. Want ik mag aannemen dat er dan wel meteen een reactie uit het peloton zou zijn gevolgd. Jammer dat we dat nummer niet kunnen zien. Je hebt vanuit de lucht natuurlijk wat een andere optiek op de stijl. Het lijkt een Kruithof. Het lijkt een Benny van der Weijden. Je kijkt onder zijn oksels door. Typisch. Het gaat heel hard. Ik ben erg benieuwd als hij zo als eerste de stempelpost in Workum pakt. En daardoor ook uit zicht komt door al die bochtjes daar in die oude stad. Dan kan het interessant zijn. Het tempo ligt behoorlijk hoog, wordt goed doorgetrokken door deze man. En ja, wat moeten we ons herinneren van 63, toen Reinier Paping als eenling vertrok, zo een klein eindje verderop, tussen Bolzwart en Franeker. Onder de meest bizarre omstandigheden toen ruim 100 kilometer, bijna 100 kilometer moet ik zeggen, alleen doorging. Een tweede man is weggevlucht uit de groep, probeert de koploper te achterhalen. En dan zou het best eens kunnen zijn dat we zo binnenkort een groepje van de mannen wat op kop krijgen. En dat maakt het wedstrijdbeeld natuurlijk interessant. Want dan zal er op een gegeven moment toch ook een reactie moeten komen. En als het tempo dan nog meer omhoog gaat, kan het niet anders zijn dat dan een aantal rijders uit die hele grote groep van daarnet weg zullen vallen omdat ze het tempo niet meer kunnen bijbenen. Deze rijders zijn dus op weg in noordelijke richting, om precies te zijn in de richting van Paraga en vervolgens Bolzwart. Maar ze moeten natuurlijk Workum nog even afstempelen. Workum blijft lang uit met al die kronkelige vaarwegen. Ik had gedacht dat ze het eigenlijk ook zouden halen. Maar die kopgroep, aldus de grote favorieten, die kopgroep is te groot. Daar moeten brokken gemaakt worden, anders dan hebben ze te veel last van elkaar. Ja, is vooralsnog toch weinig reactie in die groep. Wetende dat er toch een aantal vluchtelingen voorop zijn gegaan. Drie man nu inmiddels. Ja, het is niet niks. Ze zijn een mooi eind weg. Een heel ander beeld dan we gewend zijn bij vorige Elfstedentocht. Een kaal gevroren land. Opvallend. Ik zie ook Appie Wijs nog altijd voorin rijden. Appie Wijs die in Stavoren zo goed was. Op zich natuurlijk opmerkelijk deze Albert Wijs, want u moet weten dat hij bij de laatst gehouden tocht 22 jaar geleden maar liefst als vierde eindigde in de wedstrijd. Volstrekt onbekend was voor die tijd. Volstrekt niemand had ooit van Appie Wijs gehoord. En daarna is hij eigenlijk pas echt begonnen te schaatsen naar die Elfstedentocht. Hij heeft verschillende wedstrijden voorin geëindigd. Maar diezelfde Appie Wijs is inmiddels toch al op de voor een sportman respectabele leeftijd van 52 jaar gekomen. En doet dus altijd nog goed mee. Ja, vanmorgen heeft hij trouwens aan Mart Smees verteld dat hij erg goed heeft geslapen. Dus misschien heeft dat geholpen. Dit zijn de drie koplopers. Nogmaals, we kunnen ze niet echt herkennen vanaf deze positie, maar ik moet toch echt veronderstellen dat het niet echt de grote kopstukken zijn. Anders zou ongetwijfeld een fellere reactie uit het peloton zijn gevolgd. Ja, we hebben nu Workum bijna. Nog een 800 meter, schat ik. Hier is het ijs schitterend natuurlijk. Hè. Prachtig zwart ijs. En kijk maar eens, het gaat hard. Hier moet je hard tegen fietsen om dit bij te houden. Ja, het is moeilijk te schatten, Hilke. Maar ik denk dat de snelheid op dit moment toch zeker ruim boven de 30 kilometer in het uur ligt. Ja, hier wordt 30 kilometer af en toe flink overschreden. En kijk eens, het is toch een aardig gaatje geslagen ten opzichte van die grote groep.
krijg de indruk dat, dat het peloton een beetje afwachtend is, een beetje lui is. Van doe jij het nou maar eens even. Het is nog een heel eind naar Dokkum. Die mentaliteit die is er een beetje. Het is ook waar natuurlijk. Het is een heel eind nog naar Dokkum. Maar die drie jongens die hebben natuurlijk het grote voordeel van vlot en snel stempelen. De chaos. Van mij, hoe mooi vind ik die, die kiemen van witte zakleer. Die maren, die bal, die loopt gris en grauw, brengt zelfs in die steden nog. Nou, we zijn weer terug met beeld althans. Ik hoop dat het nu gewoon heeft doorgestaan. Interne storing wellicht hier, kan eventjes gebeuren op zondag, dat is niet erg. We gaan de Diepe Dalte in, de oude vaarweg dwars door het oude Workum. En dan zo meteen, om het maar in de vaarwegtermen te houden, stuurboord uit onder de brug door richting Parga. Wat vaak in Elfstedentocht het eerste Waterloo was voor de koplopers en voor de laatste ook. Merkwaardig genoeg altijd bar en boos daar wat betreft het ijs. Opgestuifde sneeuw hebben we gelukkig vandaag geen last van. We hebben er wat anders voor in de plaats gekregen. Het asfalt van de stijl, dat limke van de Rijn. De moine stielde veel, zijn gele jacht. Goed, hier zijn we dan bij die stempelplaats in Workum. De eerste drie mannen zijn gepasseerd inmiddels, dat is duidelijk. En hier is dan dat grote pak van die kopgroep. En Hielke heeft dat terecht aangeduid. Als je met z'n drieën aankomt, is dat natuurlijk voordeel. Je kunt makkelijker je kaart ter stempeling afgeven dan wanneer je in zo'n grote groep over elkaar buitelend min of meer je komt melden bij dat kraampje waar de controleurs klaarstaan om het stempel te verstrekken. En dat is dus duidelijk dat die drie man waarschijnlijk wel wat meer voorsprong hebben genomen op dit moment. Het is ook een vrij korte stempelplaats, hè? Vind je niet? Het is een, je zou eigenlijk wel 100 meter moeten hebben. Misschien hebben ze al niet gerekend meer op zulke grote kopgroepen na een kleine 80 kilometer koers. Ja, dat is correct. Het is maar een kleine breedte in feite waar die hele meute zijn stempelkaart moet aanbieden. Dat had misschien wel wat beter gekund, maar ja, aldoende leert men. En ja, het leren gaat natuurlijk niet zo makkelijk bij dit soort toestanden, want dat gebeurt nou eenmaal niet zo vaak. Intussen heb ik wel gezien, Heijsen, dat Johan Wardenier bij de drie koplopers zat, want dat moet 221 zijn geweest en 221 is Johan Wardenier. Dat is ook interessant. Johan die altijd een verschrikkelijke hekel aan bocht te maken heeft en daardoor wat bescheiden uit uitslagen tevoorschijn komt op de marathonwedstrijden op het kunstijs. Maar hier dan rechtuit, recht aan, dat ligt de boer uit Marknesse wel. We gaan hier de Workumer Jachthaven voorbij richting het Vliet, de oude spoorbrug. Dit is recht het oosten in. Dus zijwind met deze westenwind, overigens niet veel wind. Zacht briesje. Kijk, daar hebben we de drie. En de voorsprong, zoals wij veronderstellen, is eigenlijk niet echt veel groter geworden, heb ik de indruk. Integendeel, het leek mij toe dat er iets is afgehaald van die voorsprong. En een van deze drie is dus Johan Wardenier. Ja, hij zit als nummer drie erachter. Derde positie, ja, de laatste man op dit moment. Ja, ja, dat is een man die al jaren meedoet. Die in bijvoorbeeld 1976 al eens een grote wedstrijd won op het Neusameer. Zo tussen Brandbu en Lillehammer. En die ook wel eens het cupklassement van de KNSB heeft gewonnen 10 jaar geleden, 1975. Hoewel daarna op kunstijs de ontwikkeling zodanig is geweest dat hij daar niet meer tot de sterkste behoorde. Hij is meer een man van dat natuurijs. Heeft dit jaar nog wat dat betreft geen echte prijzen gereden. En hier hebben we zo te zien een slecht stuk, Hielke. Nou, ja. Je ziet het ook. Het moet afgeremd worden. Ook dat is allemaal voordeel, hè? Als je met een klein groepje bent.
Als je een 10 of 20 man voor je hebt rijden, wordt het zicht absoluut ontnomen. Dan kun je minder kijken. Het is zo belangrijk om goed te kijken. We gaan nu op naar Parga. Dit is vaak slecht ijs. Hoe het komt, ik weet het niet. Maar ook het eerste wintertje was het barmboos hier. En nu ziet het er erg goed uit. We hebben de 3 koplopers. En het is duidelijk dat de voorsprong slinkt. Die wordt kleiner. De peloton komt weer dichterbij. En u ziet daar ook op het ijs, en dat is een interessant detail wat je vandaag vaak ziet, een verzorger klaarstaan met een etenszakje. Daar hebben een heleboel rijders gewoon rekening mee gehouden. En op bepaalde punten waarvan ze dachten dat dat nuttig kon zijn, hebben ze zo'n helper neergezet. We zijn bij Jan-Roelof Kruithof met het zicht vanaf de motor die nu inderdaad op die straat langs dat kanaal rijdt, wat ik u al eerder heb aangekondigd, dat dat hier waarschijnlijk mogelijk zou kunnen zijn. Dat is het zeer wel, want hier is niet sprake van een massaal toegestroomd publiek op dit deel van het traject. En we gaan zo op weg naar Parga. Dat is een plaats waar wij vaste camera's hebben staan, zodat we daar weer de zaken op een andere manier en vanuit een andere invalshoek kunnen volgen. Weer zo'n verzorger op het ijs die daar een voedselzak aanreikt. We hebben de Nijhuizenmerbrug zometeen. Daar staat hij. De brug hebben ze opengedraaid. En de zaak is weer bij elkaar, zo te zien. Ja, daar hebben we nog 2. Daar hebben we nog 2 van de 3. Maar het zal een kwestie van weinig tijd zijn, denk ik, of ook deze 2 worden ingerekend. Want de kopgroep is zeer dichtbij gekomen. Ja, Wardenier is al gelost. Die zit in het peloton. Prachtige beelden hier van de Workumer trekvaart, ook wel de Paragastervaart genoemd. Een lang stuk vaart via Parga leidend uiteindelijk naar Bolsward. En ongetwijfeld zullen we zometeen weer te maken krijgen met een hergroepering van die grote kopgroep. Want ook deze 2 mannen hebben maar weinig voorsprong meer. Het is toch Wardenier die op kop zit. En die op dit moment de bruier een beetje aan geeft. Hij zegt, doe jij het nou maar eens. En we zouden nou eens graag willen weten wie jij was. De tweede man in het groepje. Veel perspectief zit er niet in. We zijn alweer halverwege het dorpje Parga, tussen Nijhuizen en Parga. Ja, het is duidelijk dat de voorste man inderdaad Johan Wardenier is. Veehouder uit de Noordoostpolder. Zoals gezegd, een man met een lange staat van dienst. Met name op het natuurreis. Johan is een stugge rijder. Niet te soepel, dat brengt zijn werk ook niet mee. Hij heeft niet veel tijd om te trainen. Maar het lange afstandwerk, eenmaal op gang, dan is Johan niet zo makkelijk te stoppen. We zien hier eigenlijk de... Ja, we gaan zometeen Parga naderen. En ik denk dat het moment ongeveer hier is dat we kunnen overschakelen naar onze collega in Parga. Ja, we zijn dus wel een kilometer of 3 nog voor Parga met onze vaste camerapositie. En de 2 mannen die zijn nog steeds op kop, dat kunt u zien. Maar de achtervolging die komt steeds dichterbij. Er is hier op dit moment niet veel publiek. Misschien dat er wel een aantal mensen meerijden met het peloton. En ze komen nu zo dadelijk toch heel dicht bij de camera. En dan kunnen we waarschijnlijk zien welke 2 het zijn. Wardenier, dat weten we in ieder geval. Maar de tweede man, dat is erg belangrijk. En het kan vrij hard gaan op dit stuk. Het is een goed stuk ijs. Vooral hier aan de rechterkant. En daar maken dan de rijders ook duidelijk gebruik van. Aan de overzijde is het wat minder. Maar ze kiezen natuurlijk voor de goede weg. En ze zijn nu vlak bij de commentaarpositie. En dan gaan we meteen eens meeklokken wat de voorsprong is op de rest van het peloton. Het is nog heel moeilijk om het nummer te zien. In ieder geval hebben we nu de stopwatch ingedrukt. En even kijken, want daar komt de informatie wie het dus was. Het is nummer 90. En nummer 90, dat wil dus zeggen, dat is Wijnja uit Den Helder. En 233. 233, dat zou Frans Bergen moeten zijn. En hier is het peloton op een achterstand van 25, 26 seconden. En het is werkelijk een schitterend gezicht hoe die mannen achter elkaar aan zitten.
Het is fantastisch. Als niet schaatsman, maar de man die dan meestal in het water ligt, moet ik zeggen dat is fascinerend. En nu dan toch een aantal volgauto's die keurig meerijden achter de politiewagen aan. Ze zijn dus op weg nu naar Paraga. En Paraga is hier vandaan nog een kilometer of 2-3. Dan kan men waarschijnlijk door de brug bij Paraga. Gisteren was hij nog afgesloten en stonden er bruggetjes gepland zodat men kon klunen. En het is wel zo dat Paraga toch in de historie van de Elfstedentocht, vooral in 1947, een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Dat wil namelijk zeggen dat er toen Bosman, Schipper, Nauta en Verheulen, doordat ze met een handkar eigenlijk over het, van het ijs afgingen, geholpen werden. Toen werden ze gedisqualificeerd en op dat moment werd de winnaar Van der Hoorn. Paraga, daar op weg zijn ze. En nummer de derde man, dat was de man met startnummer 35. En 35, dat is Vossenbelt uit Ermelo. Dat waren dus de eerste drie. En voorlopig komt daar nu, terwijl u kijkt naar de rijders die richting Paraga gaan, komt er weer een eenzame schaatsrijder in beeld. En die heeft dan een achterstand op het eerste tweetal van 1 minuut en 54 seconden. En Paraga, en dan is de volgende etappe, is Bolsward. En de man die u net voorbij zag gaan, dat was nummer 198. Dat was Veneman uit Balkbrug. Het is eigenlijk opmerkelijk dat er toch zo weinig auto's meerijden. Het is een prima stuk om hier te rijden. Ik geef u terug aan Heinze. Dat was Harry Vriend in Paraga. We zijn weer terug bij het resterende deel van de eerst uit drie man bestaande kopgroep, waaruit Wardenier wegviel. En op grond van de informatie van Harry weten we dus dat de resterende twee mensen Henk Wenje uit Den Helder en Sjoerd Fransbergen uit Heerenveen moeten zijn. Sjoerd Fransbergen, die we ook al in een heel vroeg stadium van de wedstrijd in een kopgroepje hebben gezien, zo tussen Sneek, Eilst en Sloten. Kopgroepje wat toen weer werd opgeslokt door een groot peloton. Maar Fransbergen voelt zich goed, blijkbaar vandaag, en hij is er dan toch maar weer bij. Ja, ik heb nog altijd de indruk, maar wie ben ik zo vanuit de lucht bekeken, dat het Johan Wardenier is die hierachter Henk Wenja uit Den Helder aanrijdt. En die nu de kop overneemt. Maar de schijn kan bedriegen. Ik heb Sjoerd Fransbergen overigens wel voor in het peloton gezien een paar keer. En dat is opmerkelijk. Ja, dat is Henk Wienia in ieder geval. En Johan Wardenier nog steeds. Ik vind het opmerkelijk van Henk Wienia. Hij is een veteraan. Dik boven de 40. En valt niet op in het marathoncircus op het kunstijs. Maar hier is hij er. Het is een in Friesland geboren, je zou zeggen nu een Sudetenfries. Hij woont in de Helder, over de Asterdijk. Maar het bloed kroept het er net geen kind. Dus hij is er vandaag wel bijzonder goed bij. Ik denk overigens dat het peloton denkt van laat ze nou maar eens eventjes veel werk doen. De grote klap gaat komen. Ik zag voor in het peloton nog altijd Jan Roelof Kruithof. Die er vandaag erg stevig bij zit. Attent. Dat is en zo gaat het natuurlijk met zo'n Elfstedentocht. Er zijn veel souvenirs, stickers, attributen, t-shirts en wat u maar wilt in omloop gebracht. Dat is duidelijk. Te land, te lucht en te water. En hier ziet u ook dat er toch sprake is van veel toeschouwers. Langs de kant, daar in die plaatsen waar de bebouwde kom zich aandient. Maar ik denk toch dat het merendeel van het publiek wat naar Friesland is gekomen zich concentreert in het noordelijk deel van het traject. Want dat is natuurlijk het meest interessante om te bekijken in de loop van de ochtend. Ja. We hebben Paraga gehad voor deze twee koplopers. Nog steeds. We zien prachtig die wakken. Mooi gezicht uit de lucht. Ze zijn goed dichtgevroren. Dat blijkt. Dat is een heel ander beeld dan wij ons herinneren uit 1963 natuurlijk. Toen dat hele land ondergesneeuwd lag hier in Friesland. En er werkelijk sprake was van poollandschappen af en toe op het scherm.
We hadden toen natuurlijk geen shots uit helikopters of iets van die aard, maar de beelden. En misschien heeft u vanochtend vroeg, tussen 5:30 en 6, toen onze uitzending startte, nog wat van die beelden uit die jaren met ons meegezien. Die zagen er heel anders uit dan vandaag de dag, maar zeker niet minder imposant. Nee, het is wel leuk te zien ook hoe de mensen, de schaatsers, altijd het donkere ijs kiezen. Want dat is het snelle ijs. We zijn weer terug bij de motor. We gaan eens er even naast rijden. Ik dacht in ieder geval Henri Ruitenberg daar ook te ontwaren in die meute. Ja, Henri is erbij. In tegenstelling tot Wim Westerveld, die we nog niet van voren hebben gezien. Ook een van de grote kanshebbers. En inmiddels dus weer, Hielke Evers, als ik je mag onderbreken, twee man weg uit die kopgroep. Of uit dat peloton, op weg naar de kopgroep. Die dus weldra uit een kwartet rijders zal bestaan. Ja, dat zit er dik in. Ja, ze hebben toch wat teweeg gebracht, die twee jongens. We gaan nu op weg naar Kerkwet. Ook weer zo'n mooi dorpje aan het water. Aan het ijs in deze omstandigheid. Het zijn allemaal van die plaatsen die dramatische klanken hebben in vorige elfstedentochten. En we zien het ook voor het eerst uit de lucht. En het tempo in die groep, ja kijk, nu worden we weer gedemareerd. Ik wou net zeggen, het tempo is even stilgevallen, dat is de kans natuurlijk. En daar wordt onmiddellijk gebruik van gemaakt. Het lijkt mij toe dat Dries van Weijer zelfs is. Ja, dat de voorste man. De voorste man, ja. Die daar ontsnapt uit de groep. Als Dries van Weijer inderdaad is, dan raakt de zaak op drift natuurlijk. Want die laten ze niet gaan. Dat is een moment hier dan. Want Dries had een hopeloos slechte start vanmorgen. Dat lopen dat lag hem nou juist niet. Hij was, vertel het eens Heinz, een paar minuten te laat weg. Ja. Hij was er ook in Sloten nog niet bij de kopgroep. Maar hij heeft zich mooi naar voren gewerkt. Het zou hem niet verbazen dat hij uit dat tweede peloton alleen of met een paar naar het voorste peloton is gereden. En nu dan is hij onderweg. Ja hoor, het is Dries van Weijen. Hier rijdend, in tweede positie dus. En daar is Jos Niesten. Ja. Dit is Jos Niesten. Ja. Ook absoluut een van de kanshebbers voor de eindzege in deze 13e Elfstedentocht. Zonder enige twijfel. Er was op voorhand een handjevol favorieten aangeduid. Van Weijen hoorde erbij, maar zeker ook Jos Niesten. En Van Weijen, hebben dat kunnen zien, wordt daar ook vergezeld van zijn ploegmakker Henri Ruitenberg. Het is al eventjes aangestipt in het eerste deel van deze reportage, terwijl we kijken naar Dries van Weijen, dat er her en der toch wat gesponsorde ploegen ook meerijden. En Van Weijen behoort tot zo'n ploeg, samen met Henri Ruitenberg. En nog een aantal rijders. En ja, je weet nooit wat dat voor consequenties kan hebben. Maar nog altijd een lichte voorsprong daar voor Jos Niesten. Maar nu Dries van Weijen en Henri Ruitenberg met in gezelschap nog een derde man proberen de aansluiting tot stand te brengen. En voor de goede orde, daarvoor Niesten rijden dus nog vier andere rijders die al eerder uit het peloton waren weggevlucht. Ja. Het is een heel interessante situatie op dit moment, waar dus echt de kopstukken zich met het beeld van de wedstrijd gaan bemoeien. Jos Niesten hier nog altijd het tempo bepalend. Ja, de beer is nu wel los. Er is het een en ander gebeurd op kop. Jos Niesten die zal op zijn 39ste jaar toch best eens een keer willen vlammen vandaag. Een van de weinige mensen overigens, Jos Niesten, die ooit 200 kilometer wedstrijd heeft gewonnen. Twee keer in zijn leven. Dat betrof dan beide keren de Rottemerentocht bij Zevenhuizen. Waarvan de laatste keer anderhalve week geleden. We zijn nu 3 kilometer voor Balswaard, voor de stempelpost, in Kerkwet. We krijgen straks een bruggetje. En het is te hopen dat hij omhoog staat, want anders is hij erg laag. U begrijpt dat we inmiddels terug zijn bij de 4-man sterke kopgroep. De twee uit het peloton ontsnapten hebben dus aansluiting gekregen bij dat eerste tweetal. Situatie dus, deze 4-man op kop en kort daarachter het peloton onder aanvoering van Jos Niesten en Dries van Weijen. De brug staat inderdaad dicht. En denk erom dat het hard gaat op dit moment. Er wordt hard gereden.
Je ziet het dat de mensen uit elkaar worden getrokken. Het is een beetje meedogenloos, er wordt niet samengewerkt. Nu nog wel weer even. Ja. We zijn ongeveer 2 kilometer nog voor Balswaard. Over 1 kilometertje krijgen we de Eimswoudebrug. De ruggen worden even gerecht in de kopgroep. En ik denk eerlijk gezegd dat die rest, want het waren niet de minsten die daar het tempo bepaalden, zometeen toch wel weer de aansluiting zal maken. Op weg naar Balswaard, waar dan weer natuurlijk onze volgende positie is, waar vaste camera's staan opgesteld. Zodat we dan weer een wat beter en directer zicht op de rijders kunnen krijgen. En we moeten nog even wachten dus op het vuurwerk van Dries. Dries van Weijen die pas op het peloton zat te trekken om het leven. Maar hij is er nog niet bij. We gaan zo meteen overschakelen naar onze collega Willibrord Fréquin in Balswaard. A, vanwege het feit dat de rijders in de buurt van Balswaard gaan komen. Maar B, en dat is minstens zo noodzakelijk, in verband met het feit dat de helikopter even uit de lucht moet. Zo'n machine kan natuurlijk niet onbeperkt blijven vliegen. Die moet af en toe naar de grond om brandstof te tanken. En dat moment is nu bijna daar. Zodat we afscheid gaan nemen van deze beelden uit de lucht. En zometeen overgaan naar onze commentator in Balswaard. Alle grote mannen nog bijeen op weg naar Balswaard. Even een klein portretje van die Friese stad. We kijken naar Balswaard. Ja, en dit is dan Balswaard, een van de mooiste steden van Friesland, zegt men hier. Er wonen zo'n 10.000 mensen en dit is het zeer fraaie stadhuis. In de 17e eeuw gebouwd, in de Renaissance-stijl. Je ziet hier fraaie beelden van het inderdaad hele fraaie dorpje. Het is een katholieke enclave. Dat betekent dat hier in het overwegend protestantse Friesland een plaats is waar nagenoeg alleen maar katholieken wonen. Hier zijn we live verbonden met Balswaard. Het wachten is dus op de rijders, op de schaatsers. Ze komen hier de stadsgracht op, als alles goed is. En dan moeten ze hier klunen, want onder de brug die u zojuist zag, kan niet gereden worden omdat daar nog 2 dagen geleden iemand door het ijs gegaan is. Vervolgens gaat men deze kant op, voorbij het Sint-Jozefbruggetje, wat u hier ziet. Dat is speciaal opgehaald voor de wedstrijd. En verderop is dan de plaats waar men moet gaan stempelen. Ik hoor hier een helikopter. Dat is niet de helikopter van het camerateam van de BRT, maar dat is de helikopter van staatssecretaris Van der Rijden. Die onder luid gejuich hier ergens een plaatsje zoekt om te landen. De belangstelling is hier goed, niet overweldigend. Men had meer mensen hier verwacht. Vooral mensen uit de Randstad. Omdat Balswaard namelijk een van de eerste plaatsen is na de afsluitdijk. En als zodanig had men hier dus veel meer mensen verwacht. Niettemin, de Friezen zijn hier wel in grote getalen en zoals ik al zei, redelijk enthousiast. Het is misschien ook vermeldenswaard dat naast de Elfstedentocht op de schaats er ook een Elfstedentocht is per fiets. En daarvoor is Balswaard heel erg belangrijk, omdat Balswaard niet alleen, omdat in Balswaard niet alleen de start is, maar ook de finish.
Dat gebeurt meestal op tweede Pinksterdag. En aan die wedstrijd doen maar liefst zo'n 12.000 mensen mee uit heel het land. Ja, en daar komen de schaatsers aan. U ziet, het is, men is bijna allemaal weer toch bij elkaar. En hier moet men een afstand klunen van ongeveer 75 meter. En dat gaat nu gebeuren. Ik zal kijken of ik wat reacties kan krijgen. Ja, hoe is de strijd? Huh? Is het zwaar? Nou, valt mee. Ja? Maar het klunen wel. Het klunen is wel een beetje zwaar. Is het een moeilijke strijd? Ja, gaat wel hoor. Ja? Mooi eigenlijk. Heel mooi. Ja, ook nu, hoe is het nu? Nou, het gaat nog redelijk. Hij is tussen wel erg slecht. Veel klunen en ook erg lastig. Ja. Erg vermoeid? Ja, volg mij. Het klunen van Tutu gaat, ik wil zeggen, erg goed. Dus ja, we zien wel ook het beste ervan. Hoe heet u? Steven Zoon. En komt uit? Waar kan je? U heeft wat problemen? Oh, gevallen, hè? Gevallen onder de brug. De aansluiting missen. Ja, hier ben ik dan weer. Moe van het lopen iedere keer op het traject waar de mensen moeten klunen. Maar daar komen de volgende mensen weer. De volgende schaatsers, en ik zal kijken of ik daar ook een reactie van kan krijgen. Hoe gaat het ermee? Hartstikke door, stop ermee. U stopt ermee? Ja, nog direct mee, maar straks wel. Maar waarom? Ja. Waarom wilt u stoppen? Dat kan niet meer. U bent kapot? Ja, nou, ik zo kapot ook, maar ik kan op de schaats niet vooruit komen. Het gaat u te hard? Nou, ja, ja, te hard. Hoe is de conditie van het ijs? Goed. Goed. Ja. En Appie? Gaat nu naar de controle. En daar ging Appie Wijs, geïnterviewde Willy Brodt-Verquin met de mededeling dat hij erover denkt om te gaan stoppen. En we zijn even terug bij de herhaling van dat klunen, waarbij we zien dat Jan Kooijman uit Amerstol, die eerder op 2 minuten achterstand in Sneek doorkwam, hier de leiding heeft genomen. Jan Kooijman als eerste daar op de klunplaats. En dat is toch goed gedaan van deze man, die dan toch in geslaagd is om weer helemaal bij te komen. En hij wordt op zijn hielen gezeten door Evert van Bentum. Ook niet de eerste, de beste. En aan derde positie zien we dan Meindertsma uit Pijzen voorbij komen. En bij die kopgroep zit dan ook nog, even kijken wie dat moet zijn. Ik denk dat het Jan van Capelle is, die daar ook goed bij zit. Met andere woorden, de grote mannen, Dries van Weijen gaat daar voorbij, zitten toch goed voorin. Jos Niesten hier. Mooi beeld van het klunen, waarbij u nu goed heeft kunnen waarnemen wat dat nou precies is, dat klunen. Schitterend beeld en ja, toch een opmerkelijk nieuwsfeit uit Bolsward opgetekend via de microfoon van Willy Brodt-Verquin. Appie Wijs, de man van het eerste uur die aankondigde binnenkort te gaan stoppen. Willy Brodt, jij maar weer.
Ja, hier sta ik dan bij de trap waar de mensen beginnen te klunen. Ik heb momenteel geen beeld van de televisie. Maar ik kijk hier om me heen en ik zie dat er toch ook aan deze kant behoorlijk wat mensen staan. Mag ik u vragen, wat vindt u van zoals het nu toe gaat? Ja, mooi. Ik vind het prima. Ja? Het is wat water ijs, maar verder mooi. Waar komt u vandaan, mevrouw? Den Helden. Ik vind het prachtig hier. Ja? Ja hoor. Heel mooi. Maar u staat hier een hele tijd, terwijl de schaatsers maar heel even langskomen. Is dat wel de moeite waard? Ja hoor. Ik ben vanmorgen al vroeg weggegaan. Hierheen. Ook met de schaats? Nee, met de auto. Mag ik vragen, waar komt u vandaan? Uit Wierden. Twente is dat. Twente. En hoe bent u hier naartoe gekomen? Met de auto. Met de auto. Ja. En ging dat makkelijk? Ja, zeer makkelijk. Niks, geen file, niks. Oh, die meneer wil graag ook uit Wierden. Willem Rosselke, die er eens in slaagde de pauze te doen stoppen. Vandaar dat de schaatsrijders wel moesten stoppen en even met hem gingen praten. Dat klunen gaan we u nog eens even duidelijk laten zien. Straks komen de schaatsenrijders in Kinswert, dat is voor Harlingen. Willem Bemboom maakte een kleine reportage over dat klunen. In het dorpje Kinswert, niet ver van Harlingen, spelen zich vandaag heel merkwaardige taferelen af. Hier is namelijk de langste klunplaats in de Elfstedentocht. Er moet hier een afstand overbrugd worden van ongeveer 250 meter. En dat betekent dat een groot aantal inwoners van het dorp met min of meer kamerbrede stukken tapijt een groot deel van het centrum van het dorp plaveien. Om zodoende straks de wedstrijdschaatsers en daarna uiteraard ook de toerrijders een goede doorgang te kunnen garanderen. Meneer Jagersma, Dorpsbelang en de plaatselijke ijsvereniging, hoe komt u aan al die stukken? Nou, die hebben de gemeente heeft die hier gebracht. Door een oproep op de radio van gisteren is er veel aanbod geweest. Maar we hebben nog niet genoeg. Nee, u heeft nog geen 250 meter tapijt. We hebben nog geen 250 meter. Ik schat zeker dat we nog een 150 meter moeten hebben. 150 meter, dacht ik. En waar haalt u dat nu zo snel vandaan? De gemeente is nu weer naar Witmarsum met de auto. En daar zullen ze proberen als daar nog wat is. Het ijs op de Harlingenvaart was tot voor een paar dagen nog wel goed te bereiden. Maar door draaiende wind kwam er steeds een steeds groter wordend wak tevoorschijn dat tot een lengte van 30 meter aangroeide. En dat is dus de reden voor die 250 meter tapijt. Dat overigens steeds smaller begint te worden bij gebrek aan tapijt. U heeft dat zojuist die meneer Jagersma horen zeggen. Dat tapijt gaat dus dwars door het dorp, over de brug. En komt dan tenslotte langs het dorpscafé en de kerk. De vloerbedekking in Kinswert zag u leggen en straks komen ze bij dat dorp, dat ligt dan nog voor Harlingen. Kopgroep nog bijeen. We gaan eens even kijken in het perscentrum hier in Leeuwarden. Daar staat Joop van Zijl. Ja, ook de pers klunt alleen maar. Dat wil zeggen geen ijs onder de voeten, want de tijd is al lang voorbij dat de gemiddelde sportverslaggever met een bivakmuts en met wollen sokken aan zich langs het parcours bevond. Men zit rustig in het perscentrum alsof het verkiezingen, gijzelingen of weet ik wat voor bijzondere gebeurtenis betreft. Een collega van mij staat hier naast me, zou ik kunnen zeggen. Harry Middeljans. Hij is speaker, commentator zou je ook kunnen zeggen. En hij informeert de pers. Hoe krijg jij je gegevens door? Sneller dan we hebben de televisie? Nou, het scheelt niet veel. Ik haal wat van de tv-verslagen. Ik haal ook vrij veel van de tv-beelden. Ik mag zeggen dat ik ze nog wel redelijk snel herken. Hoewel ik er vanmorgen al wel enkele keren naast zat, maar ook wat radioverslagen plus wat informatie die ik dan via de organisatie onderweg krijg. Hoe krijgt de organisatie hier zijn gegevens? De organisatie krijgt dat, kan het ook eigenlijk anders, per computer, via de stempelposten. Maar dat is altijd later toch dan oogwaarneming? Dat is duidelijk later dan oogwaarneming en daarom is het nog goed dat de tv-beelden zijn en monitoren. Ja, nu sta ik als een kip naar het onweer te kijken soms, als ik die mensen langs zie komen. Want als ik die nummers niet zie, weet ik niet wie ik voor me heb. Jij zegt, ik heb daar niet zoveel moeite mee, ik herken er velen. Dat heeft een kleine, korte geschiedenis wellicht. Je bent erin thuis in deze wereld. Ik ben er redelijk in thuis. Ik doe sinds een jaar of twee marathon schaatswedstrijden. Voornamelijk op de kunstijsbaan, maar sinds dit seizoen ook natuurijs. Want ja, er is natuurijs en dan komen de wedstrijden. Dat verschil tussen kunst en natuurijs is redelijk groot natuurlijk. Ja, is heel duidelijk. Het gladde, gepolijste olieijs,
en over het algemeen toch het werkijs met scheuren, met zoals nu dan hier met de Elfstedentocht het klunen. Ja, dat is toch iets heel specifieks. Dat klunen heb je niet in alternatieve Elfstedentochten, maar zo'n man als Jan-Roelof Kruithof bijvoorbeeld. Heeft hij nu meer kans omdat hij toch iets anders doet dan marathons op kunstijs draaien? Ik denk dat Kruithof, zoals ik hem ook vandaag heb zien rijden, echt een grote kans maakt. Hij kan goed klunen. Dat kon je ook eigenlijk net al eens een keer zien op een tv-opname, dat hij echt tientallen mensen al voorbij ging. En ik denk dat hij daar zijn winst gaat halen. Ja, noem nog eens een paar kanshebbers in jouw ogen, die je ook hier al voorspeld hebt aan de pers. Wim Westerveld zit er heel goed bij. Die naam hoor ik je regelmatig noemen. Ja, ik ben zelf nogal gecharmeerd van het rijden van Evert van Bentum. Maar die komt echt naar voren, denk ik, mochten de weersomstandigheden nog wat minderen, dan denk ik dat hij een hele goede kans maakt. Maar dat is maar 63 kilo en dat snijdt niet zo diep in het ijs. Nee. Het zou feitelijk wel aardig zijn als er een behoorlijke afstand kwam tussen de grote groep, de peloton zal ik maar zeggen, en de mensen die op kop rijden, een paar op kop. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat het nu al zo zou zijn. Hoe komt het dat het niet is gebeurd? Het goede ijs. Ik denk dat het ijs toch te goed is. Dat betekent ook een optimaal aantal wedstrijdrijders met name die zullen arriveren. Ja, ook dat. Ik denk ook niet dat het helemaal terecht is om een vergelijking te maken met vroeger. Toen waren er nog geen marathons op natuurijs. We hebben een veel grotere groep die veel en veel beter aan elkaar gewaagd is. Heb je enig idee van die 276? Hè? Hoeveel of er de finish zullen halen en hier erg in thuis zijn en aan elkaar gewaagd zijn? Nou, ik denk dat het merendeel gewoon de finish haalt. En dat de eerste 25 niet zo heel ver uit elkaar zullen zitten. Fijn, bedankt Harry Middeljans. Hij zal hier ook verslag geven voor de verzamelde pers. En ook voor de toerrijders die straks eindelijk allemaal vertrokken zullen zijn. En straks bij de finish ben je hier ook. Terug van het perscentrum naar Koos. De kopgroep is nu 3:40 onderweg, een grote kopgroep. En ze zitten daar ergens in de buurt van Bolsward. Zeg maar dat er 100 kilometer geschaatst is. Zeg maar, de helft van de Elfstedentocht zitten voor de sterkste mannen op. We gaan kijken naar ze. Ergens in de buurt van Bolsward pikken we ze weer op. Ja, ik sta hier dus in Bolsward met naast mij de staatssecretaris van de WVC, de heer Van der Rijden. U bent net gearriveerd. Waarom bent u naar Bolsward gekomen? Omdat ik na de start van vanmorgen nou ook eens een plaats wil zien waar ze passeren. Kijken hoe gespannen ze zijn. Ze zijn ongelooflijk gespannen. Veel meer dan ik gedacht. Dat is fantastisch. De commercie is nog niet helemaal doorgedrongen hier in deze vorm van sport. Vindt u dat het wel zou moeten om de mensen nog meer de mogelijkheid te geven om te trainen? Enzovoort, enzovoort. Of vindt u dat het zo moet blijven zoals het nu is? Ik vind dat het zo ongeveer moet blijven. Een beetje commercie, niet te gek veel. Zo kunnen heel veel mensen eraan deelnemen. Je ziet toch dat dit een volksgebeuren is. Ook in de wedstrijd zelf moeten we niks aan veranderen. Waar gaat u straks naartoe? Ik denk naar een volgende passeerplaats en dan terug naar Leeuwarden. Ja, oké, okay, bedankt. Hier naast u staat de burgemeester van Bolsward, heer Elzinga. De belangstelling valt mij tegen. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat u nu de mensen ziet hier uit Bolsward en de mensen die meegaan met de wedstrijdrijders. Ja. Maar straks krijgt u de grote tour en dat zijn altijd nog zo'n 16.000 mensen. Dus we verwachten dat dat nog wel wat drukker wordt. Oké, okay, dank u wel. Ik loop nu even naar het begin toe om te kijken of ik nog een schaatsrijder iets kan vragen. Ik heb geen zicht of er echt eentje aankomt nu. Nee, maar laten we maar wachten. Intussen zal ik eens vragen aan mensen wat ze ervan vinden. Meneer, u kijkt wat somber. Ik hoor die Sasko van de squalfoto's iets, een strik in die springerig hier. Meiskijn spruit een sjok op de noos net te liets, dan hier stonden jongens het meer. Nou had hij bij moorten en kwier goed verslijn, en had je mezelf dus sa heel en heel zijn. Die sneun is nes, de scootsjes bij de wien, de feestmuziek.
en wij er tussenin. Die sneeuw is snit, dat wief van jij en mij. Een wieke feest en doe wie het voorbij. Waarom zit je niet lekker achter de televisie? Dat kun je toch ook heel goed zien? Nou, omdat ik het in het echt wil zien. Oh, en wat vind je daarvan? Leuk. Ja? Maar je ziet ze hier maar heel even voorbij komen. Vind je toch wel de moeite waard? Ja, ik geloof dat ik nog steeds in de uitzending zit, dus ik loop maar even verder. Hier een hele sportieve mevrouw, met rood, wit, blauw. Waar komt u vandaan? Hier uit Bolsward. Uit Bolsward. Ja. Als u nou die schaatsen zo hier langs ziet komen, wat valt u dan op? Nou, dat ze allemaal nogal behoorlijk nat zijn. Ja? En de kleren zijn zwaar. Ja. Oh, ik zie dat er aan de reacties van de mensen dat er weer een schaatser aankomt. Oh, die heeft momenteel een achterstand van 15 minuten en 30 seconden. Gaat u nog lang door? Ja, ik probeer het wel, ja. U bent helemaal moe, helemaal kapot? Nee, dat niet hoor. Maar ik heb zonder de drukte meer aan rijden. Maar hoe komt het dat u zo'n grote achterstand heeft? Huh? Hoe komt het dat hij zo'n grote achterstand heeft? Nou zeg ik, zondag heb ik de Rottermeren mee rijden. Ja? En, is toch te veel geweest? Het, ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, want ik dacht, nou, dat gaat toch niet door, dus. Wie was de sterkste in de groep toen hij er nog bij zat? Hier bij ons? Ja. Oh, dat weet ik niet. Wie denkt u dat de favoriet zal zijn voor de eindoverwinning? Nou, ik dacht Nieste, als die niks markeerde tenminste. Goed, tot zover Bolsward. Ik loop nu terug weer naar het begin waar men klunen moet. Ik weet niet of ik in de uitzending nog zit. Ja, ik zie van de floormanager dat het wel zo is. Nou, we wachten gewoon de volgende schaatsrijder af. Intussen is er... ...17 minuten verstreken. De staatssecretaris... ...is er ook nog steeds. En mevrouw, mag ik u vragen? Waar komt u vandaan? Uit Bolsward. Uit Bolsward. En wat doet u hier? Ja, kijken begrijp ik, maar wat nog meer? Omdat ik hier zo sta? Ja. Nou ja, ik ben de echtgenoot van de burgemeester, dus... Oh, kijk eens aan. Zodoende kijken we wat harder mee, denk ik nog. En als je nou die schaatsen zo voorbij ziet komen, wat valt u dan op? Nou, ik vind dat ze al erg moe zijn. Ze moeten nog zo'n heel stuk, dus ik hoop dat ze het volhouden. Oké, dank u vriendelijk voor uw reactie. Dan loop ik hier naar een aantal collega's, voornamelijk persfotografen. Vind je het vervelend om even om te draaien? Jij bent van welke krant? Rivierenpers, op dit moment. Kijk eens aan. En jij? Utrecht Nieuwsblad. Utrecht Nieuwsblad. Wat vind jij van de wedstrijd tot nu toe, voor zover je hebt kunnen volgen? Leuk, prima. Lekker sfeertje. Niet agressief. Nee. Leuk. Als je zo naar die schaatsers kijkt, wat valt je dan op? Dat ze heel hard moeten werken. Het zou niks voor mij zijn, hoor. Nee. Wat dat betreft hebben wij als journalist wat makkelijker. Ja, stukken makkelijker. Goed, ik kijk nou even in de verte of er nog achterblijvers aankomen. Ik zie nog niks. Maar ja, we moeten maar gewoon eventjes wachten op de volgende. Intussen ga ik maar weer verder met het praten met mensen. Mevrouw. Meneer. U staat te bibberen zo te zien. Ja, een beetje, hè. Is het koud? Een beetje. Waar komt u vandaan? Uit Oorschot. Noord-Brabant. Helemaal uit het zuiden? Ja. Van waar in godsnaam zo'n lange trip als je thuis lekker achter de televisie kunt zitten? Ja, daar kijk ik vanavond wel weer naar. En ja, zo lang geleden, 22 jaar al. En over 22 jaar, ja, dan wie dan leeft hij dan zorg? Daar maken we niet meer mee, denk ik. Goed, ik hoor dat er weer een schaatsenrijder aankomt. Ja, inderdaad. Ja!
Dimmen. Ja, voor hem is het ook waarschijnlijk een verloren strijd. Het is nummer 227. Goeiedag, mag ik vragen? U bent gevallen zo te zien? Ja, wel 25 keer. De schaatsen, schaatsen helemaal defect. En dan heb ik net van een paar mensen zo'n nieuwe schaatsen gekregen. Maar ik ben uit de eerste groep gevallen en toen naar de tweede en de derde en zo helemaal terug. Dus voor u is er geen prijs meer te halen? Sorry? Voor u is er geen prijs meer weggelegd? Nee, niks meer. Maar te proberen de finish te halen. Dat toch wel? Ja, proberen. Is het een zware strijd? Nee, dat niet. Maar ja, als je schaatspech hebt dat de punten eraf gebroken zijn, dus ga je gewoon voorover. En dat is de bedoelste. Maar ja, proberen. U blijft optimistisch? Ja, proberen wel. Okay. Succes. Ja, Heinze, misschien kun jij even zeggen wie 227 is, want ik heb de papieren, zoals je zult begrijpen, niet bij me. Intussen loop ik weer naar het begin om te kijken of ik daar een andere schaatsenrijder kan oppikken. Kleine 300 wedstrijdrijders, maar laten we niet vergeten dat de Elfstedentocht er ook is voor zo'n 16.000 toertocht schaatsenrijders. Die zijn in grote plukken na de wedstrijdrijders van start gegaan. U ziet een reportage van Paulien Broekema. Hoe lang hebt u getraind? Ik heb twee keer een tocht gereden van 80 en 100 kilometer. Gaat u het halen? Nou, dat hoop ik. Daar ga ik vanuit, ja. Hoe wordt deze tocht? Nou ja, veel lichter dan 63 natuurlijk. Volgens mij. Als we onze onderweg niet afhalen, als de dooi te veel invalt. Bent u daar bang voor dat dat gaat gebeuren? Nou, dat kan misschien, als het ijs dan te zwak wordt op sommige plaatsen. Ik bedoel, er wordt al steeds meer gekluund en zo. Dus het kan gebeuren. Het zou verschrikkelijk jammer zijn. Wat hebt u een mooie muts op? Ja, die heb ik gehad van wat leerlingen van me. Maar dat is een beste pet. Want ja, mijn grootmoeder die zei altijd al van jongen, eigen gebreid spul, dat zit gewoon het warmst. Want er zit de hartstocht nog in, hè. Dus dat moet gewoon vandaag lukken. U bent niet de enige vrouw op het ijs. Nee, er zijn er wat meer, maar het was verdacht rustig bij de vrouwentoiletten, hoor. Is dit uit overtuiging, houten schaatsen? Ik kan niet op Noorden schaatsen. Deze zijn al 30 jaar oud. Van wie zijn ze? Van mezelf. Van jongs af aan op geschaatst? Ja, die heb ik gekocht toen ik 13 was, dacht ik. En hier moet het al gebeuren. En ik ben voorlopig blij dat ik de helft te pakken heb. Dan voor mijn leeftijd en ik heb een beetje last van mijn rug, maar dan ben ik al dik. Hoe oud bent u? Ik ben 56. Dus dat vind ik voor mezelf al mooi genoeg. Sterkte. We zijn dus met vijf broers en we starten hier op de Zwethaven en we eten met z'n vijven van de Zwet. Dat is wel het aardige ervan, hè? Wie zijn die vijf broers? Nou, dat is een broer. Hallo. Dit is een broer. En hier, daarin zit nog ergens een broer in die hoek. Waarom is dat met die muts en die zakdoek eraan? Nou, kenbaarheid, hè. Dat we achter elkaar blijven. We gaan het met elkaar rijden. En op die manier hebben we elkaar een beetje in de gaten tussen die hele menigte. Is dat echt waar, dat u te herkennen bent? Ja, zeker. Dat is de bedoeling. We doen het op andere tochten ook. En dat gaat uitstekend. Wat hebt u daar in uw handen? Een stok, mevrouw. Waar is dat voor? Een stok is uitschuifbaar om met z'n tweeën aan te gaan schaatsen als de een in moeilijkheden zit. En degene die in moeilijkheden zit gaat voor, zodat hij geduwd wordt door degene die het nog houdt. Mag dat? Ja hoor, dat mag. Dat is een oud gebruik. Dit heb ik geleerd van mijn moeder, die zo de Elfstedentocht gereden heeft. Heeft uw moeder de Elfstedentocht gereden? Ja. Vandaar dat ik ook moet. Goed. Tot ziens. Dag. Zijn jullie weer bij de finish? Harlingen. Ze zijn op weg naar Harlingen op dit moment. Het is nu een minuut of 8:30. Haansch, moet je geloof ik zeggen, van de Vriezen. Heinze Bakker zal mij wel corrigeren. De verslaggever in Harlingen is Joop Daalmeijer. In Rotterdam zeggen we Harlingen, maar dat weet Koos ook wel. Goedemorgen vanuit Harlingen. Beelden gisteren gemaakt. Harlingen, een stad met 16.000 inwoners. Burgemeester Egbert Steenbeek. Oud stadje al, 777 na Christus ontstaan, 1234 stadsrechten met een prachtige haven op weg naar Vlieland en Terschelling. Het is ook een bekende visserijhaven. Mensen worden hier de tobbedansers genoemd. En dat komt omdat dat spel, wat op de televisie heel populair is, hier ontstaan is. Het is vooral bekend voor toeristen en we zijn nu rechtstreeks in de uitzending vanuit Harlingen. Er is hier vrij veel volk op de been. Mensen blijven zich
heel rustig houden, komen niet op het ijs. De politie hoeft hier nauwelijks iets te doen. Enige problemen die wij vanmorgen hadden was met een spandoek, maar dat hebben we hoogstpersoonlijk verwijderd. Dus die reclame blijft uit de uitzending. We liggen hier op 118 kilometer van de start. Van hier gaat het naar Franeker, dan is het nog 14 kilometer via de Seksbierenvaart. Vanuit Bolsward komen ze hier via Witmarsum en de Harlingenvaart. We zien hier de doorkomst in Bolsward nog eventjes. De eerste plaats van Bentum, 8.59, was 1 minuut voor 9 dus. Dezelfde tijd Westerveld en Bakker. En op 10 seconden Vekke, Borst, Jonker, Wagenmaker en Kruidhof. Dat is de stand zoals het daar zit. U ziet, er zit heel weinig verschil tussen. Bolsward 99 kilometer. En vandaag gaat het dan 20 kilometer door ongeveer naar Harlingen, waar hier de stempelplaat staat. Die zien wij op de rug. We kijken hier in de richting van Franeker, de volgende stempelplaats. Waar we straks ook rechtstreeks beelden vandaan kunnen krijgen. Hier is het hokje waar gestempeld moet worden. Het is niet al te groot, in de verwachting dat hier het veld al grotendeels uit elkaar zou liggen. Dat is niet het geval, dat zal straks dringen worden. Even terug in de geschiedenis. Eens even gaan naar de snelste tijd. Jane van den Berg in 1954, woensdag 3 februari, gedenkwaardige dag. 7 uur en 35 minuten deed hij er toen over. Toen werd er hier in Harlingen gestempeld om 10 uur 33 door Jane van den Berg en ook door Nauta en de Koning. De daaropvolgende tijd, het was 1846, was in 1956. Toen was men hier om 11 minuten over 10:30. En dat was toen Nauta en weer Jane van den Berg. Dat was die beroemde tocht waar 5 mensen hand in hand door de finish gingen en vervolgens gedisqualificeerd werden. Omdat, zo zeiden de organisatoren, het een toertocht was. 63, de beruchte tocht, was het hier 7 minuten voor 11:30. We zien dus dat op het ogenblik, we verwachten hier de rijders de eerste rond 9:30, dat we heel erg voor op dat schema zitten. Maar ongeveer in de buurt van 1954. De baan is hier geveegd, dat wordt ook voortdurend gedaan met een motorveger en ook mensen die dat met de hand doen. Als alles goed gaat, dan kunnen we hier door de brug, die u hier in beeld krijgt, kunnen we gewoon heen schaatsen aan twee kanten. Dat was gisteren nog problematisch. Er is vannacht goed gekeken naar dat ijs. Het houdt het en voorlopig voor de wedstrijdtocht, daar is zo'n gat weer, voorlopig voor. Ja, daar ben ik weer. Ik was even weg. Dat kan gebeuren. We hebben hier in een heel korte tijd onze apparatuur moeten opbouwen, omdat deze wagen en deze apparatuur vanaf de finish kwam. Hier gaan we naar zo'n gat, zo'n onderdoorgang, waar de rijders onderdoor kunnen komen. Dat wordt bukken geblazen en dan door. Maar het betekent dat hier in ieder geval niet gekluund moet worden. Over klunen gesproken, dit is met name voor de amateurs een zeer beroemde klunplaats. Want het station Harlingen ligt op klun afstand van de tocht. En mensen die er geen gat meer in zien, die zijn hier al vrij rap op de schaatsen in de richting van het station. 50% gemiddeld haalde Hardingen en viel hier uit of een stuk verderop. Ik heb gisteren nog eens wat zitten bladeren in de Harlingen Courant, een plaatselijke krant die 2 keer per week verschijnt. En vond daar nog een verslag uit 1963. Toen verscheen hier de eerste vrouw om 17 minuten over 12. Het was mevrouw Van Delen. En toen schreef de Harlinger krant, ze flitste na het stempelen weer weg. Reporters vroegen toen aan een jurylid wie de eerste vrouw was. Antwoord van het jurylid, en dat is echt Harlings, is me hier verzekerd, Eva. Het is hier altijd problematisch op dit punt, omdat we hier te maken hebben met brak water. Dat water wat binnenkomt van het Waddengebied, wat een beetje door de sluizen heen lekt. En wat het water daardoor brak maakt. En daardoor is er hier nogal sprake van veel klunplaatsen. Er zijn er op dit moment 4 bij de spoorbrug, waar ze aankomen, 200 meter. Dan bij het kanaal 15 meter en de dam in de Riet 10 meter en de stuw bij Fiskersboorn is dan 5 meter. Ik sprak net eventjes met het rajonhoofd hier, die zei dat er op het ogenblik zo'n 8 centimeter water staat. Sporen, dat is in de richting Franeker, een kilometer of 3-4 hier vandaan. We hebben nog steeds geen rijders in beeld. We kunnen ook niet al te ver kijken van onze positie, 300 meter vanaf het uiterlijke punt.
waar de mensen dan van de tapijten afkomen en op het ijs gaan. We gaan van Harlingen nu even terug naar Koos Postema. En wij gaan terug in de route. Dus in Harlingen is men in afwachting. Wij gaan naar de plaats waar de snelste al gepasseerd zijn. Terug naar Bolsward. Ja, hier zijn we dan weer in Bolsward. Ik moet nog even hardlopen. Het gaat niet zo best meer. Ja, prima. Dat zie je toch wel. U heeft ongeveer een achterstand van 28 minuten, als ik het net goed gezien heb. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. In het donker, hè? Dan heb ik niks geforceerd, hoor. Nee? Beide gevaarlijk, ja. U vindt het te gevaarlijk? In het donker wel, ja. Goed, we lopen terug en kijken of er intussen nog een aantal achterblijvers arriveren. Ze komen steeds meer met groepjes hier langs. De publieke belangstelling neemt enigszins toe. En ik zie over de hoofden van de mensen nog geen nieuwe schaatsers. Maar goed, dan gaan we weer gezellig praten met een aantal mensen. Waar komt u vandaan? Hier uit Bolsward. Hier uit Bolsward? Hier uit Bolsward, ja. En waarom zitten we niet gezellig achter de televisie of luisteren naar de radio? Ja, dat heb ik ook al gedaan hoor. Maar ik vind dit ook heel leuk om even te kijken natuurlijk. Ja? Ja. Het is een heel gezellige sfeer. Dan proef je de sfeer veel meer natuurlijk, ja. Hè? Ja. Wat gebeurt hier allemaal? Ze is met die schaatsen, hè? Ja. Wat? Schaatsen. Schaatsen. En vind je dat mooi? Ja. Waarom? Dat is leuk, het niet? Nou, dan vraag het maar aan de vader. Zelfs stedentocht, hè? Ja. Je komt ook uit Friesland? Ja hoor, hier uit de stad. De Friezen zijn behoorlijk fanatiek voor het schaatsen. Dat geldt ook voor de Elfstedentocht toch voor fietsen? Ja hoor, daar is Bals het centrum van. Ja? Ja. En daar is men hier heel trots op, begrijp ik. Ja, ja, denk het wel, ja. En terecht. Bedankt. Ik loop even naar het ijs toe, naar de stadsgracht. Maar ik zie nog niemand aankomen. Ik ben nog steeds in de uitzending, zie ik. Dus ja, dan praten we maar even met de eerste beste mevrouw die we tegenkomen. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Joure. Uit Joure? Ja. En u lijkt fotograaf? Nou, ik doe mijn best. Ja? Ja. Sorry meneer. U werkt voor een krant of bent u gewoon voor uw eigen hobby bezig? Nee, ik doe het puur voor eigen plezier. Voor de mensen die verder weg wonen, om die ook eens wat te laten zien van de tocht hier. Die er niet bij kunnen wezen. Hmm. Dus het is, maar het is hier knotsgek, hè? Hartstikke leuk. In wat voor opzicht? Nou, de sfeer, hè? Al die mensen die er omheen zitten. Die, iedereen die juicht en mensen die vallen. Je moedigt iedereen aan en dat is fantastisch. Ja. U bent nogal enthousiast? Ik ben heel enthousiast, ja. Dit mag voor mij een jaar. Oh. Oké, okay, bedankt. Ja, ik kijk de gracht af en zie nog steeds geen nieuwe schaatsenrijders aankomen. Ja, we wachten maar gewoon rustig en gaan vrolijk verder met allerlei mensen te praten. Waar komt u vandaan, meneer? Wilt u even draaien, alstublieft? Ja, ik kom uit de Tijnje. Uit wat? Uit de Tijnje. Voor Hollanders, voor Friezen is dat op het Tienje. Kijk eens aan. En hoe ver is dat hier vandaan? Want ik heb er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Dat is, even te rekenen, 40 kilometer. Tussen Drachten en Heerenveen. En waarom komt u speciaal naar Bolsward? Nou, dat was best bereikbaar voor ons. Ja. Leeuwarden is niet te bereiken. En dus dat hebben we maar opgegeven. Denk ik vroeg weg naar Bolsward toe. En gaat u hierna nog ergens anders naartoe? Proberen toch nog naar Leeuwarden toe te komen. Om daar de sfeer nog even te proeven. Want dat is natuurlijk het einde, hè? U was hier in 63 ook bij? Nee, toen woonde ik nog niet in Friesland, dus dat kon niet. Ja, ik kijk. Ja, daar komt er een volgende schaatsrijder aan. Die heeft nu een achterstand. Ik kijk even naar de mensen die dat bijhouden. Hoeveel is de achterstand nu? Hallo? Er wordt driftig op de stopwatch gekeken en genoteerd. 33 minuten en 55 seconden. Ja. Enorm applaus. U zag de helikopter vliegen. Het is 3 minuten over 9:30. Hij vloog van Harlingen
in zuidelijke richting en zocht de kopgroep. Even was die buitenspel, die helikopter. Nu is die weer paraat. Heinze Bakker vertelt bij de beelden. Goed, we zijn weer terug bij die helikopterbeelden en we moeten ons dus opnieuw inwerken in de wedstrijdssituatie van dit moment. Want wij zijn dat een tijd lang kwijt geweest. Duidelijk is dat daar twee man voorop liggen en dat dat een kleine voorsprong betreft. En dat hier toch het peloton is uitgedund in vergelijking met datgene wat we eerder op deze ochtend hebben gezien op weg naar Bolsward. Toen was er duidelijk sprake van een veel grotere groep. Op dit moment dus een redelijk uitgedunde kopgroep. En het zou prettig zijn als we straks eens kunnen onderscheiden wie zich daar al dan niet in bevinden. Ik kan niet exact aangeven waar we ons nu bevinden. Het is ergens ten zuiden van Harlingen op de Harlingervaart. Dat is duidelijk. Maar ik weet niet of we bijvoorbeeld Kimswert al gepasseerd zijn of niet. Dat zal weldra blijken. Kimswert, het dorpje dat voor de tweede maal in de geschiedenis naam heeft gemaakt. Vandaag dus als plaats waar de langste pluntrajecten van deze Elfstedenroute liggen. En eerder, maar dan spreek ik over vele, vele eeuwen geleden, als dorpje waar de befaamde Grote Pier vandaan kwam. De man die in zijn eentje alle tegenstanders buiten spel kon zetten. Nou, wie dat vandaag in de Elfstedentocht ook kan, dat zullen we nog moeten afwachten. Ik heb gezien Dries van Weijen vlak voorbij Bolsward. Benny van der Weijden zat erbij. Sint Bekkema. Je komt ineens toch weer een paar namen tegen die gewoonlijk niet in het rijtje thuis horen. Maar ze zijn er ineens. Dat zijn, je zou kunnen zeggen, de natuurtalenten. Want Iep Kramer was er ook bij. Over een natuurtalent gesproken, vond ik opvallend. En Ale Fekken. Ale Fekken, dat is een naam uit de Elfstedentocht van 54 en 63. Iemand die praktisch nooit traint, die dit jaar alleen 300 kilometer op natuurijs heeft gereden. En ineens de aannemer met zijn 47 jaar opeens in die kopgroep zit. Dat zijn leuke dingen. Straks Harlingen voorbij zijn en via Franeker het noordelijk deel van de route ingaan, dan zal dat in ieder geval anders zijn dan in vele voorgaande edities van de Elfstedentocht, omdat dat in vroegere jaren altijd het traject was waar men die felle noordoostenwind tegen had. Vandaag is er sprake van wind uit min of meer westelijke richting en dat betekent dat men straks in dat noordelijk deel op weg naar Dokkum de wind niet als tegenspeler heeft, maar juist als hulpkracht in de rug. En zo te zien is het hier Dries van Weijen die daar de meute aanvoert met een achterstand van een kleine 20 seconden op het duo dat de leiding heeft genomen. Kom van mij, hoe mooi vind ik dij, die kiemen zijn wit en zijn kleer. Die maren, die bouw, die loopt gris en grauw, brengt zelfs in die steden nog. Nou, we zijn weer terug met beeld althans. Ik hoop dat het buur gewoon heeft doorgestaan. Interne storing wellicht hier, kan eventjes gebeuren op zo'n dag, dat is niet erg. We gaan de Diepe Dalte in, de oude vaarweg dwars door het oude Workum. En dan zo meteen, om het maar in de vaarwegtermen te houden, stuurboord uit onder de brug door richting Parga. Wat vaak in Elfstedentocht het eerste Waterloo was voor de koplopers en voor de laatste ook. Merkwaardig genoeg altijd bar en boos daar wat betreft het ijs. Opgestuifde sneeuw hebben we gelukkig vandaag geen last van. We hebben er wat anders voor in de plaats gekregen. Het asfalt van de stijl, dat limke van de rand. De moine stielde veel, zijn gele ljocht.
Hier zijn we dan bij die stempelplaats in Workum. De eerste drie mannen zijn gepasseerd inmiddels, dat is duidelijk. En hier is dan dat grote pak van die kopgroep. En Hielke heeft dat terecht aangeduid. Als je met z'n drieën aankomt, is dat natuurlijk voordeel. Je kunt makkelijker je kaart ter stempeling afgeven dan wanneer je in zo'n grote groep over elkaar buitelend min of meer je komt melden bij dat kraampje waar de controleurs klaarstaan om het stempel te verstrekken. En dat is dus duidelijk dat die drie man waarschijnlijk wel wat meer voorsprong hebben genomen op dit moment. Het is ook een vrij korte stempelplaats, hè? Vind je niet? Het is een, je zou eigenlijk wel 100 meter moeten hebben. Misschien hebben ze al niet gerekend meer op zulke grote kopgroepen maar na een kleine 80 kilometer koers. Ja, dat is correct. Het is maar een kleine breedte in feite waar die hele meute zijn stempelkaart moet aanbieden. Dat had misschien wel wat beter gekund, maar ja, aldoende leert men. En ja, het leren gaat natuurlijk niet zo makkelijk bij dit soort toestanden, want dat gebeurt nou eenmaal niet zo vaak. Intussen heb ik wel gezien, Heijse, dat Johan Wardenier bij de drie koplopers zat, want dat moet 221 zijn geweest en 221 is Johan Wardenier. Dat is ook interessant. Johan die altijd een verschrikkelijke hekel aan bochten maken heeft en daardoor wat bescheiden uit uitslagen tevoorschijn komt op de marathonwedstrijden op het kunstijs. Maar hier dan rechtuit, recht aan, dat ligt de boer uit Marknesse wel. We gaan hier de Workumer Jachthaven voorbij richting het Vliet, de oude spoorbrug. Dit is recht het oosten in, dus zijwind met deze westenwind, overigens niet veel wind. Zacht briesje. Kijk, daar hebben we de drie. En de voorsprong, zoals wij veronderstellen, is eigenlijk niet echt veel groter geworden, heb ik de indruk. Integendeel, het leek mij toe dat er iets is afgehaald van die voorsprong. En een van deze drie is dus Johan Wardenier. Ja, hij zit als nummer drie erachter. Derde positie, ja, de laatste man op dit moment. En ja, is een man die al jaren meedoet. Die in bijvoorbeeld 1976 al eens een grote wedstrijd won op het Neusameer. Zo tussen Brandbu en Lillehammer. En die ook wel eens het cupklassement van de KNSB heeft gewonnen 10 jaar geleden, 1975. Hoewel daarna op kunstijs de ontwikkeling zodanig is geweest dat hij daar niet meer tot de sterkste behoorde. Hij is meer een man van dat natuurijs. Heeft dit jaar nog wat dat betreft geen echte prijzen gereden. En hier hebben we zo te zien een slecht stuk, Hielke. Nou, ja. Je ziet het ook. Het moet afgeremd worden. Ook dat is allemaal voordeel, hè? Als je met een klein groepje bent. Als je 10 of 20 man voor je hebt rijden, wordt het zicht absoluut ontnomen. Dan kun je minder kijken. Het is zo belangrijk om goed te kijken. We gaan nu op naar Parga. Dit is vaak slecht ijs. Hoe het komt, ik weet het niet. Maar ook het eerste wintertje was het barmboos hier. En nu ziet het er erg goed uit. Dan hebben we de drie koplopers. En het is duidelijk dat de voorsprong slinkt. Die wordt kleiner. Het peloton komt weer dichterbij. En u ziet daar ook op het ijs, en dat is een interessant detail wat je vandaag vaak ziet, een verzorger klaarstaan met een etenszakje. Daar hebben een heleboel rijders gewoon rekening mee gehouden. En op bepaalde punten waarvan ze dachten dat dat nuttig kon zijn, hebben ze zo'n helper neergezet. We zijn bij Jan-Roelof Kruithof met het zicht vanaf de motor die nu inderdaad op die straat langs dat kanaal rijdt, wat ik u al eerder heb aangekondigd, dat dat hier waarschijnlijk mogelijk zou kunnen zijn. Dat is het zeer wel, want hier is niet sprake van een massaal toegestroomd publiek op dit deel van het traject. En we gaan zo op weg naar Parga, dat is een plaats waar wij vaste camera's hebben staan, zodat we daar weer de zaken op een andere manier en vanuit een andere invalshoek kunnen volgen. Weer zo'n verzorger op het ijs die daar een voedselzak aanreikt. We hebben een Nijhuizen met brug, zometeen. Daar staat hij, de brug hebben ze opengedraaid. En de zaak is weer bij elkaar, zo te zien. Ja, daar hebben we nog twee. Daar hebben we nog twee van de drie. Maar het zal een kwestie van weinig tijd zijn, denk ik, of ook deze twee worden ingerekend. Want de kopgroep is zeer dichtbij gekomen. Ja, Wardenier is al gelost. Die zit in het peloton. Prachtige beelden hier van de Workumer trekvaart, ook wel de Paragastervaart genoemd. Een lang stuk vaart,
via Parga leidend uiteindelijk naar Bolzwart. En ongetwijfeld zullen we zometeen weer te maken krijgen met een hergroepering van die grote kopgroep. Want ook deze twee mannen hebben maar weinig voorsprong meer. Het is toch Wardenier die op kop zit en die op dit moment de bruier een beetje aan geeft. Hij zegt, doe jij het nou maar eens en we zouden nou eens graag willen weten wie jij was. De tweede man in het groepje. Veel perspectief zit er niet in. We zijn alweer halverwege het dorpje Parga, tussen Nijhuizen en Parga. Ja, het is duidelijk dat de voorste man inderdaad Johan Wardenier is. Veehouder uit de Noordoostpolder. Zoals gezegd, een man met een lange staat van dienst. Met name op het natuurreis. Johan is een stugge rijder. Niet te soepel, dat brengt zijn werk ook niet mee. Hij heeft niet veel tijd om te trainen. Maar het lange afstandwerk, eenmaal op gang, dan is Johan niet zo makkelijk te stoppen. We zien hier eigenlijk de... Ja, we gaan zometeen Parga naderen en ik denk dat het moment ongeveer hier is dat we kunnen overschakelen naar onze collega in Parga, ja, Harry. We zijn dus wel een kilometer of drie nog voor Parga met onze vaste camerapositie en de twee mannen die zijn nog steeds op kop, dat kunt u zien, maar de achtervolging die komt steeds dichterbij. Er is hier op dit moment niet veel publiek, misschien dat er wel een aantal mensen meerijden met het peloton en ze komen nu zo dadelijk toch heel dicht bij de camera en dan kunnen we waarschijnlijk zien welke twee het zijn. Wardenier, dat weten we in ieder geval, maar de tweede man, dat is erg belangrijk en het kan vrij hard gaan op dit stuk. Het is een goed stuk ijs, vooral hier aan de rechterkant en daar maken dan de rijders ook duidelijk gebruik van. Aan de overzijde is het wat minder, maar ze kiezen natuurlijk voor de goede weg en ze zijn nu vlak bij de commentaarpositie en dan gaan we meteen eens meeklokken wat de voorsprong is op de rest van het peloton. Het is nog heel moeilijk om het nummer te zien. In ieder geval hebben we nu de stopwatch ingedrukt. En even kijken, want daar komt de informatie wie het dus was. Het is nummer 90. En nummer 90, dat wil dus zeggen, dat is Wijnja uit Den Helder. En 233. 233, dat zou Frans Bergen moeten zijn. En hier is het peloton op een achterstand van 25, 26 seconden. En het is werkelijk een schitterend gezicht hoe die mannen achter elkaar aan zitten. Het is fantastisch. Als niet schaatsman, maar de man die dan meestal in het water ligt, moet ik zeggen dat is fascinerend. En nu dan toch een aantal volgauto's die keurig meerijden achter de politiewagen aan. Ze zijn dus op weg nu naar Parga en Parga is hier vandaan nog een kilometer of 2-3. Dan kan men waarschijnlijk door de brug bij Parga. Gisteren was hij nog afgesloten en stonden er bruggetjes gepland zodat men kon klunen. En het is wel zo dat Parga toch in de historie van de Elfstedentocht, vooral in 1947, een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Dat wil namelijk zeggen dat er toen Bosman, Schipper, Nauta en Verheulen, doordat ze met een handkar eigenlijk van het ijs afgingen, geholpen werden. Toen werden ze gedisqualificeerd en op dat moment werd de winnaar Van der Hoorn. Parga, daar op weg zijn ze. En nummer de derde man, dat was de man met startnummer 35. En 35, dat is Vossenbelt uit Ermelo. Dat waren dus de eerste drie. En voorlopig komt daar nu, terwijl u kijkt naar de rijders die richting Parga gaan, komt er weer een eenzame schaatsrijder in beeld. En die heeft dan een achterstand op het eerste tweetal van 1 minuut en 54 seconden. En Parga, en dan is de volgende etappe, is Bolzwart. En de man die u net voorbij zag gaan, dat was nummer 198. Dat was Veneman uit Balkbrug. Het is eigenlijk opmerkelijk dat er toch zo weinig auto's meerijden. Het is een prima stuk om hier te rijden. Ik geef u terug aan Heinze. Dat was Harry Vriend in Parga. We zijn weer terug bij het resterende deel van de eerst uit drie man bestaande kopgroep, waaruit Wardenier wegviel. En op grond van de informatie van Harry weten we dus dat de resterende twee mensen
Henk Wenje uit Den Helder en Sjoerd Fransbergen uit Heerenveen moeten zijn. Sjoerd Fransbergen, die we ook al in een heel vroeg stadium van de wedstrijd in een kopgroepje hebben gezien, zo tussen Sneek, Eilst en Sloten. Kopgroepje wat toen weer werd opgeslokt door een grote peloton. Maar Fransbergen voelt zich goed, blijkbaar vandaag, en hij is er dan toch maar weer bij. Ja, ik heb nog altijd de indruk, maar wie ben ik zo vanuit de lucht bekeken, dat het Johan Wardenier is die hierachter Henk Wenja uit Den Helder aanrijdt. En die nu de kop overneemt. Maar de schijn kan bedriegen. Ik heb Sjoerd Fransbergen overigens wel voor in het peloton gezien een paar keer. En dat is opmerkelijk. Ja, dat is Henk Wienia in ieder geval. En Johan Wardenier nog steeds. Ik vind het opmerkelijk van Henk Wienia. Hij is een veteraan. Dik boven de 40. En valt niet op in het marathoncircus op het kunstijs. Maar hier is hij er. Het is een... In Friesland geboren, je zou zeggen nu een Sudetenfries. Hij woont in de Helder, over de Afsluitdijk. Maar het bloed kroept werd er net Gienkin. Dus hij is er vandaag wel bijzonder goed bij. Ik denk overigens dat het peloton denkt van... laat ze nou maar eens eventjes veel werk doen. De grote klap gaat komen. Ik zag voor in het peloton nog altijd Jan Roelof Kruithof. Die er vandaag erg stevig bij zit. Attent. Dat is en zo gaat het natuurlijk met zo'n Elfstedentocht. Er zijn veel souvenirs, stickers, attributen, t-shirts en wat u maar wilt. In omloop gebracht, dat is duidelijk. Te land, te lucht en te water. En hier ziet u ook dat er toch sprake is van veel toeschouwers. Langs de kant, daar in die plaatsen waar de bebouwde kom zich aandient. Maar ik denk toch dat het merendeel van het publiek wat naar Friesland is gekomen zich concentreert in het noordelijk deel van het traject. Want dat is natuurlijk het meest interessante om te bekijken in de loop van de ochtend. Ja. We hebben Paraga gehad voor deze twee koplopers. Nog steeds. We zien prachtig die wakken, mooi gezicht uit de lucht. Ze zijn goed dichtgevroren. Dat blijkt. Dat is een heel ander beeld dan wij ons herinneren uit 1963 natuurlijk. Toen dat hele land ondergesneeuwd lag hier in Friesland. En er werkelijk sprake was van poollandschappen af en toe op het scherm. We hadden toen natuurlijk geen shots uit helikopters of iets van die aard. Maar de beelden. En misschien heeft u vanochtend vroeg tussen 5:30 en 6 toen onze uitzending startte nog wat van die... beelden uit die jaren met ons meegezien. Die zagen er heel anders uit dan vandaag de dag, maar zeker niet minder imposant. Nee, het is leuk te zien ook hoe de mensen, de schaatsers, altijd het donkere ijs kiezen. Want dat is het snelle ijs. We zijn weer terug bij de motor. We gaan eens er even naast rijden. Ik dacht in ieder geval Henri Ruitenberg daar ook te ontwaren in die meute. Ja, Henri is erbij. In tegenstelling tot Wim Westerveld, die we nog niet van voren hebben gezien. Ook een van de grote kanshebbers. En inmiddels dus weer, Hielke Evers, als ik je mag onderbreken. Twee man weg uit die kopgroep, of uit dat peloton, op weg naar de kopgroep. Die dus weldra uit een kwartetrijder zal bestaan. Ja, dat zit er dik in. Ja, ze hebben toch wat teweeg gebracht, die twee jongens. We gaan nu op weg naar Kerkwet. Ook weer zo'n mooi dorpje aan het water. Aan het ijs in deze omstandigheid. Het zijn allemaal van die plaatsen die dramatische klanken hebben in vorige Elfstedentochten. En we zien het ook voor het eerst uit de lucht. En het tempo in die groep, ja kijk, nu worden we weer gedemareerd. Ik wou net zeggen, het tempo is even stilgevallen, dat is de kans natuurlijk. En daar wordt onmiddellijk gebruik van gemaakt. Het lijkt mij toe dat dat Dries van Weijer zelfs is. Ja, dat... De voorste man. De voorste man, ja. Die daar ontsnapt uit de groep. Als Dries van Weijen inderdaad is, dan raakt de zaak op drift natuurlijk. Want die laten ze niet gaan. Dat is een moment hier dan. Want Dries had een hopeloos slechte start vanmorgen. Dat lopen dat lag hem nou juist niet. Hij was, een paar minuten te laat weg. Ja. Hij was er ook in Sloten nog niet bij de kopgroep.
maar heeft zich mooi naar voren gewerkt. Het zou me niet verbazen dat hij uit dat tweede peloton alleen of met een paar naar het voorste peloton is gereden. En nu dan is hij onderweg. Ja hoor, het is Dries van Weijen. Hier rijdend, in tweede positie ja. Dus. En daar is Jos Niesten. Ja. Dit is Jos Niesten. Ja. Ook absoluut een van de kanshebbers voor de eindzege in deze 13e Elfstedentocht. Zonder enige twijfel. Er was op voorhand een handjevol favorieten aangeduid. Van Weijen hoorde erbij, maar zeker ook Jos Niesten. En Van Weijen, hebben we dat kunnen zien, wordt daar ook vergezeld van zijn ploegmakker Henri Ruitenberg. Het is al eventjes aangestipt in het eerste deel van deze reportage, terwijl we kijken naar Dries van Weijen, dat er her en der toch wat gesponsorde ploegen ook meerijden. En Van Weijen behoort tot zo'n ploeg, samen met Henri Ruitenberg en nog een aantal rijders. En ja, je weet nooit wat dat voor consequenties kan hebben. Maar nog altijd een lichte voorsprong daar voor Jos Niesten. Maar nu Dries van Weijen en Henri Ruitenberg met in gezelschap nog een derde man proberen de aansluiting tot stand te brengen. En voor de goede orde, daarvoor Niesten rijden dus nog vier andere rijders die al eerder uit het peloton waren weggevlucht. Ja. Het is een heel interessante situatie op dit moment, waar dus echt de kopstukken zich met het beeld van de wedstrijd gaan bemoeien. Jos Niesten hier nog altijd het tempo bepalend. Ja, de beer is nu wel los. Er is het een en ander gebeurd op kop. Jos Niesten die zal op zijn 39ste jaar toch best eens een keer willen vlammen vandaag. Een van de weinige mensen ja. Overigens, Jos Niesten, die ooit 200 kilometer wedstrijd heeft gewonnen. Twee keer in zijn leven. Dat betrof dan beide keren de Rottemerentocht bij Zevenhuizen. Waarvan de laatste keer anderhalve week geleden. We zijn nu 3 kilometer voor Balswaard, voor de stempelpost, in Tjerkwet. We krijgen straks een bruggetje. En het is te hopen dat hij omhoog staat, want anders is hij erg laag. Ik begrijp dat we inmiddels terug zijn bij de 4-man sterke kopgroep. De twee uit het peloton ontsnapten hebben dus aansluiting gekregen bij dat eerste tweetal. Situatie dus, deze 4-man op kop en kort daarachter het peloton onder aanvoering van Jos Niesten en Dries van Weijen. De brug staat inderdaad dicht. En denk erom dat het hard gaat op dit moment. Er wordt hard gereden. Je ziet het dat de mensen uit elkaar worden getrokken. Het is een beetje meedogenloos, er wordt niet samengewerkt. Nu nog wel weer even. Ja. We zijn ongeveer 2 kilometer nog voor Balswaard. Over 1 kilometertje krijgen we de Eimswouderbrug. De ruggen worden even gerecht in de kopgroep. En ik denk eerlijk gezegd dat die rest, want het waren niet de minsten die daar het tempo bepaalden, zometeen toch wel weer de aansluiting zal maken. Op weg naar Bolzwart, waar dan weer natuurlijk onze volgende positie is, waar vaste camera's staan opgesteld. Zodat we dan weer een wat beter en directer zicht op de rijders kunnen krijgen. En we moeten nog even wachten dus op het vuurwerk van Dries. Dries van Weijen die pas op het peloton zat te trekken om het leven. Maar hij is er nog niet bij. We gaan zo meteen overschakelen naar onze collega Willy Brod-Fréquin in Bolzwart. A, vanwege het feit dat de rijders in de buurt van Bolzwart gaan komen. Maar B, en dat is minstens zo noodzakelijk, in verband met het feit dat de helikopter even uit de lucht moet. Zo'n machine kan natuurlijk niet onbeperkt blijven vliegen. Die moet af en toe naar de grond om brandstof te tanken. En dat moment is nu bijna daar. Zodat we afscheid gaan nemen van deze beelden uit de lucht. En zometeen overgaan naar onze commentator in Bolzwart.
alle grote mannen nog bijeen op weg naar Bolzwart. Even een klein portretje van die Friese stad. We kijken naar Bolzwart. Ja, dit is dan Bolzwart, een van de mooiste steden van Friesland, zegt men hier. Er wonen zo'n 10.000 mensen en dit is het zeer fraaie stadhuis. In de 17e eeuw gebouwd, in de Renaissance-stijl. Je ziet hier fraaie beelden van het inderdaad hele fraaie dorpje. Het is een katholieke enclave. Dat betekent dat hier in het overwegend protestantse Friesland plaats is waar nagenoeg alleen maar katholieken wonen. Hier zijn we live verbonden met Bolzwart. Het wachten is dus op de rijders, op de schaatsers. Ze komen hier de stadsgracht op, als alles goed is. En dan moeten ze hier klunen, want onder de brug die u zojuist zag, kan niet gereden worden omdat daar nog 2 dagen geleden iemand door het ijs gegaan is. Vervolgens gaat men deze kant op, voorbij het Sint-Jozefbruggetje, wat u hier ziet. Dat is speciaal opgehaald voor de wedstrijd. En verderop is dan de plaats waar men moet gaan stempelen. Ik hoor hier een helikopter. Dat is niet de helikopter van het camerateam van de BRT, maar dat is de helikopter van staatssecretaris Van der Rijden. Die onder luid gejuich hier ergens een plaatsje zoekt om te landen. De belangstelling is hier goed, niet overweldigend. Men had meer mensen hier verwacht. Vooral mensen uit de Randstad, omdat Bolzwart namelijk een van de eerste plaatsen is na de afsluitdijk. En als zodanig had men hier dus veel meer mensen verwacht. Niettemin, de Friezen zijn hier wel in grote getale en zoals ik al zei, redelijk enthousiast. Het is misschien ook vermeldenswaard dat naast de Elfstedentocht op de schaats er ook een Elfstedentocht is per fiets. En daarvoor is Bolzwart heel erg belangrijk, omdat Bolzwart niet alleen, omdat in Bolzwart niet alleen de start is, maar ook de finish. Dat gebeurt meestal op Tweede Pinksterdag. En aan die wedstrijd doen maar liefst zo'n 12.000 mensen mee uit heel het land. Ja, en daar komen de schaatsers aan. U ziet, het is, men is bijna allemaal weer toch bij elkaar. En hier moet men een afstand klunen van ongeveer 75 meter. En dat gaat nu gebeuren. Ik zal kijken of ik wat reacties kan krijgen. Ja, hoe is de strijd? He? Is het zwaar? Nou, valt mee. Ja? Maar het klunen wel. Het klunen is wel een beetje zwaar. Is het een moeilijke strijd? Ja, gaat wel hoor. Ja? Mooi eigenlijk nog. Heel mooi. Ook nu, hoe is het nu? Nou, het gaat nog redelijk. Ja. IJs tussen wel erg slecht. Veel klunen en dat erg lastig. Ja. Erg vermoeid? Ja, volg mee. Het vliegen tot nu toe gaat ik heel zeggen erg goed. Dus ja, we zien wel ook het beste ervan. Hoe heet u? Steven Zoon. En komt uit? Waar kan je? U heeft wat problemen? Oh, gevallen, hè? Gevallen onder de brug. We gaan een sluiting missen.
jongens. Nog maar 100. Ja, hier ben ik dan weer. Moe van het lopen iedere keer op het traject waar de mensen moeten klunen. Maar daar komen de volgende mensen weer. De volgende schaatsers en ik zal kijken of ik daar ook een reactie van kan krijgen. Hoe gaat het ermee? Hartstikke door, ik stop ermee. Je stopt ermee? Ja, nog direct mee, maar straks wel. Maar waarom? Waarom wilt u stoppen? Dat wil ik niet meer. U bent kapot? Ja, ik ben zo kapot, maar ik kan op de schaats niet vooruit komen. Het gaat u te hard? Ja, te hard. Hoe is de conditie van het ijs? Goed. Ja. En Appie gaat nu naar de controle. En daar ging Appie Wijs, geïnterviewde Willy Brodt-Verquin met de mededeling dat hij erover denkt om te gaan stoppen. En we zijn even terug bij de herhaling van dat klunen, waarbij we zien dat Jan Kooijman uit Amerstol, die eerder op 2 minuten achterstand in Sneek doorkwam, hier de leiding heeft genomen. Jan Kooijman als eerste daar op de klunplaats. En dat is toch goed gedaan van deze man, die dan toch in geslaagd is om weer helemaal bij te komen. En hij wordt op zijn hielen gezeten door Evert van Bentum. Ook niet de eerste, de beste. En aan derde positie zien we dan Meindertsma uit Pijzen voorbij komen. En bij die kopgroep zit dan ook nog even kijken wie dat moet zijn. Ik denk dat het Jan van Capelle is, die daar ook goed bij zit. Met andere woorden, de grote mannen, Dries van Weijen gaat daar voorbij, zitten toch goed voorin. Jos Niesten hier. Mooi beeld van het klunen waarbij u nu goed heeft kunnen waarnemen wat dat nou precies is, dat klunen. Schitterend beeld en ja, toch een opmerkelijk nieuwsfeit uit Bolzwart opgetekend via de microfoon van Willy Brodt-Verquin. Appie Wijs, de man van het eerste uur die aankondigde binnenkort te gaan stoppen. Willy Brodt, jij maar weer. Ja, hier sta ik dan bij de trap waar de mensen beginnen te klunen. Ik heb momenteel geen beeld van de televisie, maar ik kijk hier om me heen en ik zie dat er toch ook aan deze kant behoorlijk wat mensen staan. Mag ik u vragen, wat vindt u van zoals het nu toe gaat? Ja, mooi. Ik vind het prima. Ja? Het is wat water ijs, maar verder mooi. Waar komt u vandaan, mevrouw? Den Helde. Ik vind het prachtig hier. Ja, ja hoor. Heel mooi. Maar u staat hier een hele tijd terwijl de schaatsers maar heel even langskomen. Is dat wel de moeite waard? Ja hoor. Ik ben vanmorgen al vroeg weggegaan. Hierheen. Ook met de schaats? Nee, met de auto. Mag ik vragen, waar komt u vandaan? Uit Wierden. Uit Twente is dat. Twente. En hoe bent u hier naartoe gekomen? Met de auto. Met de auto. Ja. En ging dat makkelijk? Ja, zeer makkelijk. Niks, geen file, niks. Oh, die meneer wil graag ook uitbieden. Willem Brodt-Verquin, die er eens in slaagde de pauze te doen stoppen. Vandaar dat de schaatsrijders wel moesten stoppen en even met hem gingen praten. Dat klunen gaan we u nog eens even duidelijk laten zien. Straks komen de schaatsrijders in Kinswert, dat is voor Harlingen. Willem Bemboom maakte een kleine reportage over dat klunen. In het dorpje Kinswert, niet ver van Harlingen, spelen zich vandaag heel merkwaardige taferelen af. Hier is namelijk de langste klunplaats in de Elfstedentocht. Er moet hier een afstand overbrugd worden van ongeveer 250 meter. En dat betekent dat een groot aantal inwoners van het dorp met min of meer kamerbrede stukken tapijt een groot deel van het centrum van het dorp plaveien. Om zodoende straks de wedstrijdschaatsers en daarna uiteraard ook de toerrijders een goede doorgang te kunnen garanderen. Meneer Jagersma, Dorpsbelang en de plaatselijke ijsvereniging, hoe komt u aan al die stukken?
Nou, die hebben de gemeente heb die hier gebracht. Door een oproep op de radio van gisteren is er veel aanbod geweest. Maar we hebben nog niet genoeg. Nee, u heeft nog geen 250 meter tapijt. We hebben nog geen 250 meter. Ik schat zeker dat we nog een 150 meter moeten hebben. 150 meter, dacht ik. En waar haalt u dat nu zo snel vandaan? De gemeente is nu weer naar Witmarsum met de auto. En daar zullen ze proberen als daar nog wat is. Het ijs op de Harlingervaart was tot voor een paar dagen nog wel goed te bereiden. Maar door draaiende wind kwam er steeds een steeds groter wordend wak tevoorschijn dat tot een lengte van 30 meter aangroeide. En dat is dus de reden voor die 250 meter tapijt. Dat overigens steeds smaller begint te worden bij gebrek aan tapijt. U heeft dat zojuist die meneer Jagersma horen zeggen. Dat tapijt gaat dus dwars door het dorp, over de brug. En komt dan tenslotte langs het dorpscafé en de kerk. De vloerbedekking in Kinswit zag u leggen en straks komen ze bij dat dorp, dat ligt dan nog voor Harlingen. Kopgroep nog bijeen. We gaan eens even kijken in het perscentrum hier in Leeuwarden. Daar staat Joop van Zijl. Ja, ook de pers klunt alleen maar. Dat wil zeggen geen ijs onder de voeten, want de tijd is al lang voorbij dat de gemiddelde sportverslaggever met een bivakmuts en met wollen sokken aan zich langs het parcours bevond. Men zit rustig in het perscentrum alsof het verkiezingen, gijzelingen of weet ik wat voor bijzondere gebeurtenis betreft. Een collega van mij staat hier naast me, zou ik kunnen zeggen. Harry Middeljans. Hij is speaker, commentator zou je ook kunnen zeggen. En hij informeert de pers. Hoe krijg jij je gegevens door? Sneller dan we hebben de televisie? Nou, het scheelt niet veel. Ik haal wat van de tv-verslagen. Ik haal ook vrij veel van de tv-beelden. Ik mag zeggen dat ik ze nog wel redelijk snel herken, hoewel ik er vanmorgen al wel enkele keren naast zat, maar ook wat radioverslagen, plus wat informatie die ik dan via de organisatie onderweg krijg. Hoe krijgt de organisatie hier zijn gegevens? De organisatie krijgt dat, kan het ook eigenlijk anders, per computer, via de stempelposten. Maar dat is altijd later toch dan oogwaarneming? Dat is duidelijk later dan oogwaarneming en daarom is het nog goed dat de tv-beelden zijn en monitoren. Ja, nu sta ik als een kip naar het onweer te kijken soms, als ik die mensen langs zie komen. Want als ik die nummers niet zie, weet ik niet wie ik voor me heb. Jij zegt, ik heb daar niet zoveel moeite mee, ik herken er velen. Dat heeft een kleine, korte geschiedenis wellicht. Je bent erin thuis in deze wereld. Ik ben er redelijk in thuis. Ik doe sinds een jaar of twee marathon schaatswedstrijden, voornamelijk op de kunstijsbaan. Maar sinds dit seizoen ook natuurijs, want ja, er is natuurijs en dan komen de wedstrijden. Dat verschil tussen kunst en natuurijs is redelijk groot natuurlijk. Ja, is heel duidelijk. Het gladde, gepolijste olieijs en over het algemeen toch het werkijs met scheuren, met zoals nu dan hier met de Elfstedentocht het klunen. Ja, dat is toch iets heel specifieks. Dat klunen heb je niet in alternatieve Elfstedentochten, maar zo'n man als Jan-Roelof Kruithof bijvoorbeeld. Heeft hij nu meer kans omdat hij ja, toch iets anders doet dan marathons op kunstijs draaien? Ik denk dat Kruithof, zoals ik hem ook vandaag heb zien rijden, echt een grote kans maakt. Hij kan goed klunen. Dat kon je ook eigenlijk net al eens een keer zien op een tv-opname, dat hij echt tientallen mensen al voorbij ging. En ik denk dat hij daar zijn winst gaat halen. Ja, noem nog eens een paar kanshebbers in jouw ogen, die je ook hier al voorspeld hebt aan de pers. Wim Westerveld zit er heel goed bij. Die naam hoor ik je regelmatig noemen. Ja. Ja, ik ben zelf nogal gecharmeerd van het rijden van Evert van Bentum. Maar die komt echt naar voren, denk ik, mochten de weersomstandigheden nog wat minderen. Dan denk ik dat hij een hele goede kans maakt. Maar dat is maar 63 kilo en dat snijdt niet zo diep in het ijs. Nee. Het zou feitelijk wel aardig zijn als er een behoorlijke afstand kwam tussen de grote groep, de peloton zal ik maar zeggen, en de mensen die op kop rijden, een paar op kop. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat het nu al zo zou zijn. Hoe komt het dat het niet is gebeurd? Het goede ijs. Ik denk dat het ijs toch te goed is. Dat betekent ook een optimaal aantal wedstrijdrijders met name die zullen arriveren. Ja, ook dat. Ik denk ook niet dat het helemaal terecht is om een vergelijking te maken met vroeger. Toen waren er nog geen marathons op natuurijs. We hebben een veel grotere groep die veel en veel beter aan elkaar gewaagd is. Heb je enig idee van die 276? Hè? Hoeveel of er de finish zullen halen en hier erg in thuis zijn en al elkaar gewaagd zijn? Nou, ik denk dat het merendeel gewoon de finish haalt en dat de eerste 25 niet zo heel ver uit elkaar zullen zitten. Fijn, bedankt Harry Middeljans. Hij zal hier ook verslag geven voor de verzamelde pers en ook voor de toerrijders die straks eindelijk allemaal vertrokken zullen zijn. En straks bij de finish ben je hier ook. Terug van het perscentrum naar Koos.
De kopgroep is nu 3:40 onderweg, een grote kopgroep. En ze zitten daar ergens in de buurt van Bolsward. Zeg maar dat er 100 kilometer geschaatst is. Zeg maar, de helft van de Elfstedentocht zitten voor de sterkste mannen op. We gaan kijken naar ze. Ergens in de buurt van Bolsward pikken we ze weer op. Ja, ik sta hier dus in Bolsward met naast mij de staatssecretaris van de WVC, de heer Van der Weijden. U bent net gearriveerd. Waarom bent u naar Bolsward gekomen? Omdat ik na de start van vanmorgen nou ook eens een plaats wil zien waar ze passeren. Kijken hoe gespannen ze zijn. Ze zijn ongelooflijk gespannen. Veel meer dan ik gedacht. Dat is fantastisch. De commercie is nog niet helemaal doorgedrongen hier in deze vorm van sport. Vindt u dat het wel zou moeten om de mensen nog meer de mogelijkheid te geven om te trainen enzovoort enzovoort? Of vindt u dat het zo moet blijven zoals het nu is? Ik vind dat het zo ongeveer moet blijven. Een beetje commercie, niet te gek veel. Zo kunnen heel veel mensen eraan deelnemen. Je ziet toch dat dit een volksgebeuren is. Ook in de wedstrijd zelf moeten we niks aan veranderen. Waar gaat u straks naartoe? Ik denk naar een volgende passeerplaats en dan terug naar Leeuwarden. Ja, oké, bedankt. Hier naast u staat de burgemeester van Bolsward, heer Elzinga. De belangstelling valt mij tegen. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat u nu de mensen ziet hier uit Bolsward en de mensen die meegaan met de wedstrijdrijders. Ja. Maar straks krijgt u de grote tour en dat zijn altijd nog zo'n 16.000 mensen. Dus we verwachten dat dat nog wel wat drukker wordt. Oké, dank u wel. Ik loop nu even naar het begin toe om te kijken of ik nog een schaatsrijder iets kan vragen. Ik heb geen zicht of er echt eentje aankomt nu. Nee, maar laten we maar wachten. Intussen zal ik eens vragen aan mensen wat ze ervan vinden. Meneer, u kijkt wat somber. Ik hoor die Sasko van de squalfoto's ziet, een strik in die springerig hier. Meiskijn spruit een sjok op de noos net te liet, dan hier stonden jongens het meer. Nou had hij bij moord en kwier goed verslijt, en had je mezelf dus sa heel en heel zijn. Die sneun is nes, de skoetsjes bij de wien, de feestmuziek. En wij der tuskenien, die sneeuw is niets, dat wie van jij en mij. Een wieke feest, en doe wie het voorbij. Waarom zit je niet lekker achter de televisie? Dat kun je toch ook heel goed zien? Nou, omdat ik het in het echt wil zien. Oh, en wat vind je daarvan? Leuk. Ja? Maar je ziet ze hier maar heel even voorbij komen. Vind je toch wel de moeite waard? Ja, ik geloof dat ik nog steeds in de uitzending zit, dus ik loop maar even verder. Hier een hele sportieve mevrouw, met rood-wit-blauw. Waar komt u vandaan? Hier uit Bolsward. Uit Bolsward. Ja? Als u nou die schaatsers zo hier langs ziet komen, wat valt u dan op? Nou, dat ze allemaal nogal behoorlijk nat zijn. Ja? En de kleren zijn zwaar. Ja. Oh, ik zie dat er aan de reacties van de mensen dat er weer een schaatser aankomt. Oh, die heeft momenteel een achterstand van 15 minuten en 30 seconden. Gaat u nog lang door? Ja, ik probeer het wel, ja. U bent helemaal moe, helemaal kapot? Nee, dat niet hoor. Maar ik heb zonder de drukte meer aan rijden. Maar hoe komt het dat hij zo'n grote achterstand heeft? Hè? Hoe komt het dat hij zo'n grote achterstand heeft? Dan zeg ik, zonder heb ik de Rotte Meren mee rijden. Ja? En, is toch te veel geweest? Het, ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, want ik dacht, nou, dat gaat toch niet door, dus. Wie was de sterkste in de groep toen hij er nog bij zat? Hier bij ons? Ja. Oh, dat weet ik niet. Wie denkt u dat de favoriet zal zijn voor de eindoverwinning? Nou, ik dacht Nieste, als die niks mankeerde tenminste. Goed, tot zover Bolsward.
Ik loop nu terug weer naar het begin waar men klunen moet. Ik weet niet of ik in de uitzending nog zit. Ja, ik zie van de vloermanager dat het wel zo is. Nou, we wachten gewoon de volgende schaatsrijder af. Intussen is er... ...17 minuten verstreken. De staatssecretaris... ...is er ook nog steeds. En mevrouw, mag ik u vragen? Waar komt u vandaan? Uit Bolsward. Uit Bolsward. En wat doet u hier? Ja, kijken begrijp ik, maar wat nog meer? Omdat ik hier zo sta? Ja. Nou ja, ik ben de echtgenoot van de burgemeester, dus... Oh, kijk eens aan. Zodoende kijken we wat harder mee, denk ik nog. En als je nou die schaatsen zo voorbij ziet komen, wat valt u dan op? Nou, ik vind dat ze al erg moe zijn. Ze moeten nog zo'n heel stuk, dus ik hoop dat ze het volhouden. Oké, dank u vriendelijk voor uw reactie. Dan loop ik hier naar een aantal collega's, voornamelijk persfotografen. Vind je het vervelend om even om te draaien? Jij bent van welke krant? Rivierenpers, op dit moment. Kijk eens aan. En jij? Utrecht Nieuwsblad. Utrecht Nieuwsblad. Wat vind jij van de wedstrijd tot nu toe, voor zover je hebt kunnen volgen? Leuk, prima. Lekker sfeertje. Niet agressief. Nee. Leuk. Als je zo naar die schaatsers kijkt, wat valt je dan op? Dat ze heel hard moeten werken. Het zou niks voor mij zijn, hoor. Nee. Wat dat betreft hebben wij als journalist wat makkelijker. Ja, stukken makkelijker. Goed, ik kijk nou even in de verte of er nog achterblijvers aankomen. Ik zie nog niks. Maar ja, we moeten maar gewoon eventjes wachten op de volgende. Intussen ga ik maar weer verder met het praten met mensen. Mevrouw. Meneer. U staat te bibberen, zo te zien. Ja, een beetje, hè. Is het koud? Een beetje. Waar komt u vandaan? Uit Oorschot. Noord-Brabant. Helemaal uit het zuiden? Ja. Van waar in godsnaam zo'n lange trip als je thuis lekker achter de televisie kunt zitten? Ja, daar kijk ik vanavond wel weer naar. En ja, zo lang geleden, 22 jaar al. En over 22 jaar, ja, dan wie dan leeft hij dan zorg? Daar maken we niet meer mee, denk ik. Goed, ik hoor dat er weer een schaatsenrijder aankomt. Ja, inderdaad. Ja, voor hem is het ook waarschijnlijk een verloren strijd. Het is nummer 227. Goedendag, mag ik vragen? U bent gevallen zo te zien? Ja, wel 25 keer. De schaatsen, helemaal defect. En dan heb ik net van een paar mensen zo'n nieuwe schaatsen gekregen. Maar ik ben uit de eerste groep gevallen en toen naar de tweede en de derde en zo helemaal terug. Dus voor u is er geen prijs meer te halen? Sorry? Voor u is er geen prijs meer weggelegd? Nee, niks meer. Maar te proberen, dat vinden ze al. Dat toch wel? Ja, proberen. Is het een zware strijd? Nee, dat niet. Maar ja, als je schaatspech hebt, dat de punten eraf gebroken zijn, dus ga je gewoon voorover. En dat is de broerste. Maar ja, proberen. U blijft optimistisch? Ja, proberen wel, hè. Okay. Succes. Ja, Heinze, misschien kun jij even zeggen wie 227 is, want ik heb de papieren, zoals je zult begrijpen, niet bij me. Intussen loop ik weer naar het begin om te kijken of ik daar een andere schaatsenrijder kan oppikken. Kleine 300 wedstrijdrijders, maar laten we niet vergeten dat de Elfstedentocht er ook is voor zo'n 16.000 toertocht schaatsenrijders. Die zijn in grote plukken na de wedstrijdrijders van start gegaan. U ziet een reportage van Paulien Broekema. Hoe lang hebt u getraind? Ik heb twee keer een tocht gereden van 80 en 100 kilometer. Gaat u het halen? Nou, dat hoop ik. Daar ga ik vanuit, ja. Hoe wordt deze tocht? Nou ja, veel lichter dan 63 natuurlijk. Volgens mij. Als we onze onderweg niet afhalen, als de dooi te veel invalt. Bent u daar bang voor dat dat gaat gebeuren? Nou, dat kan misschien, als het ijs dan te zwak wordt op sommige plaatsen. Ik bedoel, er wordt al steeds meer gekluund en zo. Dus het kan gebeuren. Het zou verschrikkelijk jammer zijn. Wat hebt u een mooie muts op? Ja, die heb ik gehad van wat leerlingen van me. Maar dat is een beste pet. Want ja, mijn grootmoeder die zei altijd al van jongen, eigen gebreid spul, dat zit gewoon het warmst. Want er zit de hartstocht nog in, hè. Dus dat moet gewoon vandaag lukken. U bent niet de enige vrouw op het ijs. Nee, er zijn er wat meer, maar
Het was verdacht rustig bij de vrouwentoiletten, hoor. Is dit uit overtuiging, houten schaatsen? Ik kan niet op Noorden schaatsen. Deze zijn al 30 jaar oud. Van wie zijn ze? Van mezelf. Van jongs af aan op geschaatst? Ja, die heb ik gekocht toen ik 13 was, dacht ik. En hier moet het op gebeuren. En ik ben voorlopig blij dat ik de helft te pakken heb. Dan voor mijn leeftijd en ik heb een beetje last van mijn rug, maar dan ben ik al dik. Hoe oud bent u? Ik ben 56. Dus dat vind ik voor mezelf al mooi genoeg. Sterkte. We zijn dus met 5 broers en we starten hier op de Zwethaven en we eten met z'n 5 van de Zwet. Dat is wel het aardige ervan, hè? Wie zijn die 5 broers? Nou, dat is een broer. Hallo. Dit is een broer. En hier, daarin zit nog ergens een broer in die hoek. Waarom is dat met die muts en die zakdoek eraan? Nou, kenbaarheid, hè? Dat we achter elkaar blijven. We gaan het met elkaar rijden. En op die manier hebben we elkaar een beetje in de gaten tussen die hele menigte. Is dat echt waar, dat u te herkennen bent? Ja, zeker. Dat is de bedoeling. We doen het op andere tochten ook. En dat gaat uitstekend. Wat hebt u daar in uw handen? Een stok, mevrouw. Waar is dat voor? Een stok is uitschuifbaar om met z'n tweeën aan te gaan schaatsen als de een in moeilijkheden zit. En degene die in moeilijkheden zit gaat voor, zodat hij geduwd wordt door degene die het nog houdt. Mag dat? Ja hoor, dat mag. Dat is een oud gebruik. Dit heb ik geleerd van mijn moeder, die zo de Elfstedentocht gereden heeft. Heeft uw moeder de Elfstedentocht gereden? Ja. Vandaar dat ik ook moet. Goed, tot ziens. Dag. Zijn jullie weer bij de finish? Harlingen. Ze zijn op weg naar Harlingen op dit moment. Het is nu een minuut of 8:30. Haansch, moet je geloof ik zeggen, van de Vriezen. Heinze Bakker zal mij wel corrigeren. De verslaggever in Harlingen is Joop Daalmeijer. In Rotterdam zeggen we Harlingen. Maar dat weet Koos ook wel. Goedemorgen vanuit Harlingen. Beelden gisteren gemaakt. Harlingen, een stad met 16.000 inwoners. Burgemeester Egbert Steenbeek. Oud stadje al, 777 na Christus ontstaan. 1234 stadsrechten. Met een prachtige haven op weg naar Vlieland en Terschelling. Het is ook een bekende visserijhaven. Mensen worden hier de tobbedansers genoemd. En dat komt omdat dat spel, wat op de televisie heel populair is, hier ontstaan is. Het is vooral bekend voor toeristen en we zijn nu rechtstreeks in de uitzending vanuit Harlingen. Er is hier vrij veel volk op de been. Mensen blijven zich heel rustig houden, komen niet op het ijs. De politie hoeft hier nauwelijks iets te doen. Het enige probleem die wij vanmorgen hadden was met een spandoek, maar dat hebben we hoogstpersoonlijk verwijderd. Dus die reclame blijft uit de uitzending. We liggen hier op 118 kilometer van de start. Van hier gaat het naar Franeker, dan is het nog 14 kilometer via de Seksbierenvaart. Vanuit Bolsward komen ze hier via Witmarsum en de Harlingenvaart. We zien hier de doorkomst in Bolsward nog eventjes. De eerste plaats van Bentum, 8:59 was 1 minuut voor 9 dus. Dezelfde tijd Westerveld en Bakker. En op 10 seconden Vekke, Borst, Jonker, Wagenmaker en Kruidhof. Dat is de stand zoals het daar zit. U ziet, er zit heel weinig verschil tussen. Bolsward 99 kilometer. En vandaag gaat het dan 20 kilometer door ongeveer naar Harlingen, waar hier de stempelplaat staat. Die zien wij op de rug. We kijken hier in de richting van Franeker, de volgende stempelplaats. Waar we straks ook rechtstreeks beelden vandaan kunnen krijgen. Hier is het hokje waar gestempeld moet worden. Het is niet al te groot, in de verwachting dat hier het veld al grotendeels uit elkaar zou liggen. Dat is niet het geval, dat zal straks dringen worden. Even terug in de geschiedenis. Eens even gaan naar de snelste tijd. Jane van den Berg in 1954, woensdag 3 februari, gedenkwaardige dag. 7 uur en 35 minuten deed hij er toen over. Toen werd er hier in Harlingen gestempeld om 10 uur 33 door Jane van den Berg en ook door Nauta en de koning. De daaropvolgende tijd, het was 1846, was in 1956. Toen was men hier om 11 minuten over 10:30. En dat was toen Nauta en weer Jane van den Berg. Dat was die beroemde tocht waar 5 mensen hand in hand door de finish gingen. En vervolgens gedisqualificeerd werden. Omdat, zo zeiden de organisatoren, er een toertocht was. 63, de beruchte tocht, was het hier 7 minuten voor 11:30. We zien dus dat op het ogenblik, we verwachten hier de rijders de eerste rond 9:30, dat we heel erg voor op dat schema zitten. Maar ongeveer in de buurt van 1954. De baan is hier geveegd, dat wordt ook voortdurend gedaan met een motorveger. En ook mensen die dat met de hand doen.
Als alles goed gaat, dan kunnen we hier door de brug, die u hier in beeld krijgt, kunnen we gewoon heen schaatsen aan twee kanten. Dat was gisteren nog problematisch. Er is vannacht goed gekeken naar dat ijs. Het houdt het en voorlopig voor de wedstrijdtocht, daar is zo'n gat weer, voorlopig voor. Ja, daar ben ik weer. Ik was even weg. Dat kan gebeuren. We hebben hier in een heel korte tijd onze apparatuur moeten opbouwen, omdat deze wagen en deze apparatuur vanaf de finish kwam. Hier gaan we naar zo'n gat, zo'n onderdoorgang, waar de rijders onderdoor kunnen komen. Dat wordt bukken geblazen en dan door. Maar het betekent dat hier in ieder geval niet geklund moet worden. Over klunen gesproken, dit is met name voor de amateurs een zeer beroemde klunplaats. Want het station Harlingen ligt op klun afstand van de tocht. En mensen die er geen gat meer in zien, die zijn hier al vrij rap op de schaatsen in de richting van het station. 50% gemiddeld haalde Hardingen en viel hier uit of een stuk verderop. Ik heb gisteren nog eens wat zitten bladeren in de Harlingen Courant, een plaatselijke krant die twee keer per week verschijnt. En vond daar nog een verslag uit 1963, toen verscheen hier de eerste vrouw om 17 minuten over 12. Het was mevrouw Van Delen. En toen schreef de Harlinger Krant, ze flitste na het stempelen weer weg. Reporters vroegen toen aan een jurylid wie de eerste vrouw was. Antwoord van het jurylid, en dat is echt Harlings, is me hier verzekerd, Eva. Het is hier altijd problematisch op dit punt, omdat we hier te maken hebben met brak water. Dat water wat binnenkomt van het Waddengebied, wat een beetje door de sluizen heen lekt en wat het water daardoor brak maakt. En daardoor is er hier nogal sprake van veel klunplaatsen. Er zijn er op dit moment vier bij de spoorbrug, waar ze aankomen, 200 meter. Dan bij het kanaal 15 meter en de dam in de Riet 10 meter en de stuw bij Fiskersboorn is dan 5 meter. Ik sprak net eventjes met het rajonhoofd hier. Die zei dat er op het ogenblik zo'n 8 centimeter water staat. Sporen, dat is in de richting Vraneker, een kilometer of 3-4 hier vandaan. We hebben nog steeds geen rijders in beeld. We kunnen ook niet al te ver kijken van onze positie. Een 300 meter vanaf het uiterlijke punt waar de mensen dan van de tapijten afkomen en op het ijs gaan. We gaan van Harlingen nu even terug naar Koos Postema. En wij gaan terug in de route. Dus in Harlingen is men in afwachting. Wij gaan naar de plaats waar de snelste al gepasseerd zijn. Terug naar Bolsward. Bolsward. Ja, hier zijn we dan weer in Bolsward. Ik moet nog even hardlopen. Het gaat niet zo best meer. Ja, prima. Dat zie je toch wel. U heeft ongeveer een achterstand van 28 minuten, als ik het net goed gezien heb. Hoe komt dat? Dat weet ik niet, in het donker, hè? Dan heb ik niks geforceerd hoor. Nee? Beide gevaarlijk, ja. U vindt het te gevaarlijk? In het donker wel, ja. Goed, we lopen terug en kijken of er intussen nog een aantal achterblijvers arriveren. Ze komen steeds meer met groepjes hier langs. De publieke belangstelling neemt enigszins toe. En ik zie over de hoofden van de mensen nog geen nieuwe schaatsers. Maar goed, dan gaan we weer gezellig praten met een aantal mensen. Waar komt u vandaan? Hier uit Bolsward. Hier uit Bolsward? Hier uit Bolsward, ja. En waarom zitten we niet gezellig achter de televisie of luisteren naar de radio? Ja, dat heb ik ook al gedaan hoor. Maar ik vind dit ook heel leuk om even te kijken natuurlijk. Ja? Ja. Het is een heel gezellige sfeer. Dan proef je de sfeer veel meer natuurlijk, ja. Hè? Ja. Wat gebeurt hier allemaal? Is met die schaatsen, hè? Ja. Wat? Schaatsen. Schaatsen. En vind je dat mooi? Ja. Waarom? Dat is leuk, het ding. Nou, dan vraag het maar aan de vader. Zelfs stedentocht, hè? Ja. Komt niet. Komt ook uit Friesland? Ja hoor, hier uit de stad. De Friezen zijn behoorlijk fanatiek voor het schaatsen. Dat geldt ook voor de Elfstedentocht voor fietsen. Ja hoor, dat is Bals het centrum van. Ja? Ja. En daar is men hier heel trots op, begrijp ik. Ja, ja, denk het wel, ja. En terecht. Bedankt.
Ik loop even naar het ijs toe, naar de stadsgracht. Maar zie nog niemand aankomen. Ik ben nog steeds in de uitzending, zie ik. Dus dan praten we maar even met de eerste beste mevrouw die we tegenkomen. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Joure. Uit Joure? Ja. En u lijkt fotografe? Nou, ik doe mijn best. Ja? Ja. Sorry meneer. U werkt voor een krant of bent u gewoon voor uw eigen hobby bezig? Nee, ik doe het puur voor eigen plezier. Voor de mensen die verder weg wonen, om die ook eens wat te laten zien van de tocht hier. Die er niet bij kunnen wezen. Dus het is, maar het is hier knotsgek, hè? Hartstikke leuk. In wat voor opzicht? Nou, de sfeer, hè? Al die mensen die er omheen zitten. Iedereen die juicht en mensen die vallen, je moedigt iedereen aan en dat is fantastisch. Ja. U bent nogal enthousiast? Ik ben heel enthousiast, ja. Dit mag voor mij een jaar. Oh. Oké, bedankt. Ja, ik kijk de gracht af en zie nog steeds geen nieuwe schaatsenrijders aankomen. Ja, we wachten maar gewoon rustig en gaan vrolijk verder met allerlei mensen te praten. Waar komt u vandaan, meneer? Wilt u even draaien, alstublieft? Ja, ik kom uit de Tijnje. Uit wat? Uit de Tijnje. Voor Hollanders, voor Friezen is dat op het Tienje. Kijk eens aan. En hoe ver is dat hier vandaan? Want ik heb er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Dat is, even te rekenen, 40 kilometer. Tussen Drachten en Heerenveen. En waarom komt u speciaal naar Bolsward? Nou, dat was best bereikbaar voor ons. Ja. Leeuwarden is niet te bereiken. En dus dat hebben we maar opgegeven. Denk ik vroeg weg naar Bolsward toe. En gaat u hierna nog ergens anders naartoe? Proberen toch nog naar Leeuwarden toe te komen. Om daar de sfeer nog even te proeven. Want dat is natuurlijk het einde, hè? U was hier in 63 ook bij? Nee, toen woonde ik nog niet in Friesland, dus dat kon niet. Kijk eens aan. Ja, ik kijk. Ja, daar komt er een volgende schaatsrijder aan. Die heeft nu een achterstand. Ik kijk even naar de mensen die dat bijhouden. Hoeveel is de achterstand nu? Hallo? Er wordt driftig op de stopwatch gekeken en genoteerd. 33 minuten en 55 seconden. Ja. Enorm applaus. U zag de helikopter vliegen. Het is 3:03. Hij vloog van Harlingen in zuidelijke richting en zocht de kopgroep. Even was hij buitenspel, die helikopter. Nu is hij weer paraat. Heinze Bakker vertelt bij de beelden. Goed, we zijn weer terug bij die helikopterbeelden en we moeten ons dus opnieuw inwerken in de wedstrijdssituatie van dit moment. Want wij zijn dat een tijd lang kwijt geweest. Duidelijk is dat daar twee man voorop liggen en dat dat een kleine voorsprong betreft. En dat hier toch het peloton is uitgedund in vergelijking met datgene wat we eerder op deze ochtend hebben gezien op weg naar Bolsward. Toen was er duidelijk sprake van een veel grotere groep. Op dit moment dus een redelijk uitgedunde kopgroep. En het zou prettig zijn als we straks eens kunnen onderscheiden wie zich daar al dan niet in bevinden. Ik kan niet exact aangeven waar we ons nu bevinden. Het is ergens ten zuiden van Harlingen op de Harlingervaart. Dat is duidelijk. Maar ik weet niet of we bijvoorbeeld Kimswert al gepasseerd zijn of niet. Dat zal weldra blijken. Kimswert, het dorpje dat voor de tweede maal in de geschiedenis naam heeft gemaakt. Vandaag dus als plaats waar de langste pluntrajecten van deze Elfstedenroute liggen. En eerder, maar dan spreek ik over vele, vele eeuwen geleden, als dorpje waar de befaamde grote pier vandaan kwam. De man die in zijn eentje alle tegenstanders buiten spel kon zetten. Nou, wie dat vandaag in de Elfstedentocht ook kan, dat zullen we nog moeten afwachten. Ik heb gezien Dries van Weijen vlak voorbij Bolsward. Benny van der Weijden zat erbij. Sint Bekkema. Je komt ineens toch weer een paar namen tegen die gewoonlijk niet in het rijtje thuis horen. Maar ze zijn er ineens. Dat zijn, je zou kunnen zeggen, de natuurtalenten. Want Iep Kramer was er ook bij. Over een natuurtalent gesproken. Vond ik opvallend. En Ale Fekken. Ale Fekken, dat is een naam uit de Elfstedentocht van 54 en 63. Iemand die praktisch nooit traint, die dit jaar alleen 300 kilometer op natuurijs heeft gereden. En ineens de aannemer met zijn 47 jaar opeens in die kopgroep zit. Dat zijn leuke dingen.
straks Harlingen voorbij zijn en via Franeker het noordelijk deel van de route ingaan, dan zal dat in ieder geval anders zijn dan in vele voorgaande edities van de Elfstedentocht, omdat dat in vroegere jaren altijd het traject was waar men die felle noordoostenwind tegen had. Vandaag is er sprake van wind uit min of meer westelijke richting en dat betekent dat men straks in dat noordelijk deel op weg naar Dokkum de wind niet als tegenspeler heeft, maar juist als hulpkracht in de rug. En zo te zien is het hier Dries van Weijen die daar de meute aanvoert met een achterstand van een kleine 20 seconden op het duo dat de leiding heeft genomen.